Goedemiddag, dames en heren. Allen hartelijk welkom bij dit ronde tafelgesprek van de Commissie Defensie met een aantal deskundigen die ik dadelijk nog nader ga noemen. Het ronde tafelgesprek gaat over het onderwerp risico's van de inzet van zware wapens Oekraïne. En de vier deskundigen die hiervoor zijn uitgenodigd en ook aanwezig zijn. In de eerste plaats de heer Rob de Wijk, oprichter van de Haig Center for Strategic Studies en hoogleraar internationaal recht en veiligheid aan de Rijksuniversiteit Leiden. Meneer Bob Deen, senior research fellow bij Klingendaal. De heer Marten Kruijf, luitenant-generaal van de Koninklijke Landmacht Buitendienst, had ik begrepen. En van 2011 tot 2016 ook commandant van de landstrijdkrachten. Ten slotte de heer Peter Weininga, defensie-expert van HCSR-SS... kolonel buitendienst, had ik gelezen. En bij Defensie, zowel op het departement als ook in de praktijk van de krijgsmacht, vooral bezig geweest met air and missile defense. Als ik u deze opsomming iets te kort heb gedaan, mag u het zeggen. En anders ga ik gauw over naar het volgende onderdeel. En dat is dat ik elk van u 5 minuten de tijd geef om datgene naar voren te brengen wat u essentieel acht voor de commissie om te weten. Daarna gaan we de vragenronde doen. Maar eerst dus het woord aan de deskundigen hier aanwezig. En dan beginnen we bij de heer De Wijk. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. In ieder geval heel hartelijk dank voor de uitnodiging. Ik denk dat het altijd ongelooflijk belangrijk is om mee te komen dit soort discussies aan te gaan. Laat ik een paar dingen zeggen over de fase waarin we nu zitten, de uitdaging waarvoor we staan en het hele probleem van escalatie. Het is helder dat wij zijn gegaan van wapens leveren om de opmars van Rusland te stoppen naar een situatie waarin we de asymmetrie van de artillerie van Rusland proberen te compenseren door nieuwe leveringen, door zelf artillerie te sturen, maar ook HIMARS raketten met een wat lange afstandsbereik. En nu zitten we in de fase van het terugveroveren van terrein. De eerste twee fases zijn redelijk succesvol verlopen. De derde fase zitten we nu in en daarvan weten we gewoon eigenlijk de afloop niet. En daar zit ook meteen, denk ik, de crux. Dus de uitdagingen zijn tamelijk groot. Tot nu toe kon je zeggen dat de Russen het allemaal niet al te competent hebben aangepakt. En dat verklaart ook waarom er toch initiële behoorlijke successen zijn geboekt. Nadat Rusland grote delen van Oekraïne heeft veroverd, dat moet toch wel worden gezegd. Er wordt gezegd Oekraïne of Rusland was niet al te succesvol in het begin. Dat valt mee. Ze hebben toch 20% van het grondgebied weten te veroveren. Daar is wat van afgeknabbeld, zeker in het noorden, maar er blijft nog een hoop te gaan. Wat we nu zien is dat Gerasimov, de hoogste commandant, probeert aan Russische zijde toch een aantal fouten te herstellen. We zien dat ze gaan van meer irregulier optreden naar regulier optreden. Inlichtingen worden verbeterd, de bevelstructuur wordt verbeterd. En wat we zien is dat het industriële complex, industriële potentieel wordt ingezet. Hoe het gaat verlopen in de toekomst is lastig te zeggen. We weten dat er nog 150.000 getrainde troepen niet zijn ingezet door de Russen. Vermoedelijk zijn er nog 150.000 die ergens in de pijplijn zitten. Dus als je alles bij elkaar optelt, dan moet er een troepenmacht op de been kunnen worden gebracht van tussen de, laten we zeggen, 500.000-600.000. En op dit ogenblik, als het goed hebben ingeschat, hebben de Oekraïners 250.000. Dus dat moet op een of andere manier gecompenseerd worden door betere kwaliteit. En die kwaliteit moet door het Westen worden geleverd. En dat brengt je automatisch op de levering van steeds zwaardere wapens. In ieder geval denk ik dat er sprake is van een race tegen de klok. Wapenzending versus succes op korte termijn door de Russen. En dat is denk ik toch echt heel erg lastig om dit voor elkaar te krijgen. Escalatie staat continu centraal in discussie, zeker in de Verenigde Staten. Ik weet dat er in Nederland, zeker als je volgt wat op de sociale media gebeurt, dat daar wat lichtjes over wordt gedacht. Niet in Amerika. In Amerika is echt escalatie, zeker naar het NAVO-grondgebied, een van de meest belangrijke zaken die op de agenda staan. Heeft onder andere te maken met het feit dat als je de laatste ongeclassificeerde passages uit de National Defense Strategy leest, Rusland niet als grootste prioriteit voor Rusland, voor Amerika wordt gezien, maar China. Dus alleen al daarom mag dit conflict niet uit de hand lopen en mag er geen conflict komen, een rechtstreeks conflict tussen Rusland en de Verenigde Staten, want dat gaat ten koste van de capaciteiten die je voor China hebt. En ik
nodig hebt. En ik denk dat dat wel belangrijk is om dat even in het achterhoofd te houden. De gedachte die heeft lange tijd bestaan in Amerika, dat de levering van HIMARS, nu van small diameter bombs, geavanceerde tanks, zou leiden tot escalatie. Maar door de verzwakking van Rusland wordt dat nu als een acceptabel risico gezien. Dus je moet ook iedere keer die leveringen in de tijd zien. Maar er is één groot punt wat ik iedere keer ook bij mijn Amerikaanse collega's merk. Het mag niet zo zijn dat de wapens worden geleverd waarmee Oekraïne het gevecht met Amerikaanse wapens aan Russisch grondgebied kan brengen. En vandaar dat er op dit ogenblik een enorme blokkade zit op de mogelijke levering van F-16's, maar ook zeer geavanceerde systemen als Grey Eagle drones, jachtvliegtuigen zoals de F-16. Het is denk ik echt heel erg belangrijk dat dit op dit ogenblik speelt. En ook Biden heeft gezegd geen F-16, nou, dat heeft hier mee te maken. Dat scenario zou pas aan de orde kunnen zijn als Rusland een opmars gaat maken die echt succesvol is. Bijvoorbeeld over de Dniepro komen, bijvoorbeeld de hele Donbass in bezit nemen, bijvoorbeeld Kiev bedreigen. Dan kun je nadenken over dat soort situaties. Dus die wapenleveranties worden continu afgezet tegen de kans op escalatie, zeker naar het NAVO-verdragsgebied. En er zijn absoluut meer randvoorwaarden die daarbij gelden. Maar ik denk dat jij daar straks wat over gaat zeggen, Bob. Dus dan zal ik jou het gras niet voor de voeten wegmaaien. Dit betekent dus dat de NAVO absoluut moet gaan plannen voor worst-case scenario's. Want je zit op dit ogenblik in de situatie dat het niet zeker is dat Oekraïne dit gaat winnen. Ik denk dat we daar helder over moeten zijn. Ik zie niemand meer van de experts die ik althans spreek, die zegt dit is een done deal, dit gaan ze winnen. Ik heb gemerkt dat vanaf december vorig jaar de stemming aan het omslaan is. En dat betekent dat een worst case scenario nodig is, verdere escalatie. Je weet niet wat Rusland gaat doen. En je weet ook niet wat Rusland gaat doen bij welverlies. Want dan kunnen er ook rare sprongen worden gemaakt. Er zijn een aantal rode lijnen waarvan beide partijen weten dat ze die niet moeten overschrijden. Geen aanvallen op elkaars grondgebied. Geen aanvallen bijvoorbeeld door Rusland op treinen waarmee hoogwaardigheidsbekleders naar Kiev komen. Geen echte horizontale escalatie, dus in de zin van de aanpak van vitale infrastructuur, bijvoorbeeld in de Noordzee subversieve operaties. Rekening houden met de respons van de bevolking. Doet ook Poetin, by the way. Want die denkt heel goed na over mobilisaties. Hoe ver kan ik daarbij gaan? Kortom, conclusie. We zitten dus in een situatie waarin de levering van zwaardere wapens continu moet worden afgezegd tegen het risico van escalatie. Er zijn gedachten over een Big Bang. Dus nu alles gewoon toch maar losgeven. Alle tollen los. ATACMS gaan leveren, F-16's gaan leveren. Gewoon alles om ervoor te zorgen dat Rusland dit niet kan gaan winnen. Dat is ook een discussie die wel loopt onder de experts. Maar dat is een discussie die nog niet de boventoon voert. Omdat ook met betrekking tot escalatie het niet alleen maar zo is dat escalatie op klassieke wijze kan plaatsvinden. Escalatie kan ook plaatsvinden op asymmetrische wijze. En dat lijkt mij eerlijk gezegd nog het meest waarschijnlijk. Dus grotere cyberaanvallen, aanvallen tegen vitale infrastructuur, à la Nord Stream 2, wie er ook achter zit. Maar dat soort aanvallen, ook op NAVO-verdragsgebied, is dan veel waarschijnlijker aan het worden. Worst case scenario moeten we echt dus naar kijken. Russische opmars zou door kunnen gaan. En dan krijg je dus enorme discussies over nieuwe opties, inclusief no-fly zones. En dat is natuurlijk uitermate risico, want dat betrekt de Rusland. Dat betrekt eigenlijk NAVO direct bij een oorlog met Rusland. Dus dit vereist ook absoluut nadenken, ook door Nederland, van welke middelen je achter de hand wil hebben voor het geval dat fout gaat. Welke middelen heb je nodig om iets te kunnen doen tegen asymmetrische reacties? Dus subversie, kabels die worden doorgeknipt, ik noem maar wat. Dat zal je in kaart moeten brengen. Je moet erover nadenken.
Want dat is aan de orde als je mogelijkwijs nog zwaardere wapens gaat leveren en het verder uit de hand gaat lopen. Daarbij is toch ook van belang in het achterhoofd te houden dat Poetin in ieder geval vindt dat hij in strijd is met het collectieve Westen, leest de NAVO. En dat zijn doelstellingen die hij heeft geformuleerd nog steeds even maximalistisch zijn als dat ze waren aan het begin van deze oorlog. Dus hij neemt niet terug. Dus dat maakt het eigenlijk alleen maar extra moeilijk. Dat betekent ook dat het buitengewoon belangrijk wordt om in deze situatie waarin we nu zitten na te denken over de definitie van succes. En wanneer is het succesvol? Wanneer is levering van wapens aan Oekraïne succesvol? Je kunt minimalistisch denken in termen van het ontzeggen van de doelstellingen van Poetin, denazificatie, demilitarisering van Oekraïne. Maar je kunt ook nadenken in termen van het verdrijven van alle Russen Oekraïne uit. En dat wordt een hell of a job. Dat gaat waarschijnlijk niet lukken op deze manier. Althans, ik zie niet goed in hoe dat op dit ogenblik kan gebeuren. Over 6 maanden kan de situatie mogelijkerwijs anders zijn. Dus stem wat dat betreft voor kijk naar worst case scenario's. Prepareer hierop. Kijk wat je achter moet houden. En koppel dat aan de levering van toekomstige wapensystemen. Dank u wel. Dank u wel, meneer De Wijk. Dan is het woord aan de heer Deen. Ga zo gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Commissie, bedankt voor de uitnodiging om met u in gesprek te gaan hierop. Ik zal voortborduren op wat de heer De Wijk heeft gezegd. Eventjes hebben over de doelen. Waarom doen we die wapenleveranties? En er zijn namelijk een aantal doelen die met elkaar in spanning staan. De tweede is het escalatierisico, wat al is benoemd, wat verder uitpluizen. Want er zijn verschillende escalatierisico's. Er is er niet maar één. En tot slot een voorstel aan u doen voor een soort toetsingskader wat u zou kunnen gebruiken als u weer een keer op keer die vraag krijgt welk wapensysteem we nou allemaal willen leveren. Want er komen steeds meer verzoeken op u af. Dat zal nog wel een tijdje zo doorgaan. Dus het eerste, waar waren ze ook weer voor? En welke doelen hebben we en hoe verhouden ze zich tot elkaar? Het eerste doel is heel duidelijk, is het herstel van territoriale integriteit van Oekraïne, het beschermen van de internationale rechtsorde en, is ook prioriteit voor Nederland, ook nog accountability, het ter verantwoording roepen van degenen die verantwoordelijk zijn voor deze agressie. Is nogal een maximalistisch doel. Dat is moeilijk te bereiken zonder een totale Oekraïnse overwinning. En gaat ook gepaard met een behoorlijk hoog escalatierisico. Niet noodzakelijk richting ons, maar zeker richting Oekraïne zelf. Daar kom ik zo meteen op. Dat brengt me ook op het tweede doel. En als volksvertegenwoordigers heeft u ook die verantwoordelijkheid, dat heeft de regering ook, is primair voor de veiligheid van de Nederlandse bevolking en die van de NAVO-bondgenoten. Dus er is een spanningsveld tussen onze doelen en die van Oekraïne. Daarom leveren we ze ook dus niet alle wapens waar ze om vragen. Daarom zijn ook de Verenigde Staten regelmatig terughoudend. Het beperken van het escalatierisico, want je kan het nooit tot nul terugdringen, is een tweede doel. En het derde doel is om het ook nog te doen met de beperkte middelen die we hebben. We kunnen niet onbeperkt financieel, economisch, militair Oekraïne steunen, want ook onze eigen krijgsmacht moet operationeel inzetbaar blijven. En ook onze economie heeft zo zijn grenzen. Dus als je die drie doelen steeds tegenover elkaar moet zetten, dan komt daar ook eigenlijk al meteen een soort toetsingskader uit. Namelijk, als er een verzoek komt om een nieuw wapensysteem, is de eerste vraag: is het effectief? Kan het helpen het gestelde doel te bereiken? Nou, de verschillende wapensystemen hebben verschillende maten van effectiviteit. En de collega's met een militaire achtergrond zijn beter in staat om te zeggen of bijvoorbeeld een F-16 ten opzichte van een tank, in welke fase van de strijd dat wapensysteem het meest effectief is. Hoe meer wapens, uiteraard wat dat betreft, hoe beter als het doel is een totale Oekraïnse overwinning. Maar ze zijn niet allemaal even effectief voor de fase waarin de strijd zich nu bevindt. Ik zal ook niet op de kosten ingaan, want daar weet u eigenlijk veel meer van dan ik. Maar ik zal vooral ingaan op dat criterium van het escalatierisico. Over wat voor soort escalatierisico hebben we het eigenlijk? Nou, elk risico is opgebouwd uit de kans dat het zich voordoet en de impact als het zich voordoet. Nou, bij een nucleaire escalatie is de impact natuurlijk gigantisch. Maar ook andere vormen van escalatie zijn mogelijk, conventioneel militair of inderdaad met sabotage of allerhande niet direct militaire escalatiestappen die de Russische Federatie deels al zet, maar ook nog zou kunnen zetten. Ik zal vooral ingaan op die vraag die iedereen zo bezighoudt. Ook al praat ik er liever niet al te veel over, want erover praten is een onderdeel van wat er gebeurt op dit moment, namelijk de inzet van kernwapens. Dus ik ben voor u even in de Russische manier van hierover denken en hierover praten gedoken. Ik kan die stukken ook na afloop delen met de Griffie.
Het is niet zo dat de Russische Federatie na levering van een westers wapensysteem meteen zal escaleren met een nucleaire aanval op het NAVO-bondgenootschap. Dat is een hele extreme manier van denken. Zo werkt het ook weer niet. Het gaat erom wat er gebeurt met die wapensystemen waar Oekraïne ze voor inzet. We weten inmiddels wat meer over de Russische rode lijnen dan aan het begin, dan een jaar geleden. Met name de Amerikanen weten er een stuk meer van. Er is ook nog steeds een dialoog gaande wat dat betreft tussen de VS en de Russische Federatie. Maar ook Russen hebben er veel over geschreven. Dus waar liggen die rode lijnen dan? Dit is lastig, deze inschatting, want ze moeten ook, deels bij afschrikking hoort dat je het een beetje vaag houdt wat de drempel is wanneer je iets zou inzetten. De inschatting is dat de Russische Federatie dit niet zomaar zal inzetten op het moment dat er gebied door Oekraïne terug wordt veroverd of bevrijd. Dat de Russen hebben bezet na 24 februari. Dat weten we ook omdat de stad Gerson, toch de administratieve hoofdstad van een provincie die Rusland als de zijnde claimt, daar hebben de Russen zich uit teruggetrokken en ze hebben niet geëscaleerd met een nucleair wapen. Ze hebben er ook niet eens openlijk mee gedreigd. Ze hebben ook geen stappen gezet om de paraatheid van hun arsenaal te verhogen of iets dergelijks. We weten ook dat het niet opgaat bij kleinschalige Oekraïnse aanvallen op Russisch grondgebied, wat ook wij als Russisch grondgebied zien. We hebben het al gezien bij Belgorod, op brandstoftanks. We hebben aanvallen gezien op Russische luchtmachtbasis dieper in Rusland, zoals de Engels luchtmachtbasis. Dus we weten dat Rusland heus niet zomaar escaleert meteen met een nucleaire aanval. Het komt wel aan de orde als het gaat over grootschalige of hele symbolische of hele strategische beschietingen van doelen in Rusland. Met name als het over burgerdoelen zou gaan. Want dan zou Rusland het kunnen inzetten als vergelding en dat mag ook volgens de Russische doctrine. En dat is nou precies de reden waarom de Amerikanen terughoudend zijn geweest met munitie, met bijvoorbeeld de Atacms-raket die over een veel langere afstand doelen in Rusland zou kunnen treffen. Het komt met een grote mate van waarschijnlijkheid aan de orde als Oekraïne gebied binnentrekt of dreigt te trekken wat voor 24 februari al door Rusland als Russisch gezien zou zijn. En dat gaat dus met name om de Krim. Het schaduwgebied wat we niet weten is de Donbass. Want dat had Rusland niet als zodanig als eigen grondgebied erkend voor 24 februari. Ik denk nog steeds dat dat gebied niet door Poetin als van existentieel belang gezien wordt voor het voortbestaan van de Russische Federatie. De Krim is wel echt een ander geval. Het heeft een hogere symboolwaarde voor Rusland, ook voor Oekraïne, maar ook voor Rusland. En ook voor Poetin persoonlijk, omdat hij veel van zijn populariteit dankte aan dat Krim-Nash, aan het inlijven van de Krim in 2014. Het risico van zo'n wapen tegen ons acht ik echt, die kans acht ik veel kleiner. De impact zou natuurlijk gigantisch zijn. Die acht ik kleiner en die komt pas aan de orde, zoals Rob de Wijk zei, bij een actieve deelname van de NAVO aan gevechtshandelingen. Want de Russische Federatie kan die wapens gaan inzetten om te compenseren voor het verlies van de krijgsmacht, van een conventionele krijgsmacht, dan zou het aan de orde kunnen komen. Dus dat brengt me eigenlijk tot het laatste punt over de uitkomsten die we dan zouden willen bereiken. Omdat het escalatierisico varieert met de verschillende uitkomsten. En hier lopen de meningen ook binnen het NAVO-bondgenootschap, maar ook binnen Nederland over uiteen. Of we moeten inzetten op een snelle, beslissende Oekraïnse overwinning. Wat een enorme inspanning zou vergen met nieuwe wapensystemen, ook veel grotere aantallen wapensystemen, met alle escalatierisico's die daarbij komen. Of dat er ingezet wordt op een wat langere termijn, veel eigenlijk een uitputtingsslag, waarbij Rusland op een langere termijn aan het langste eind trekt vanwege het gewoon niet kunnen volhouden. Vandaar ook de economische sancties, de andere drukmiddelen op Rusland. Dan heb je het eigenlijk over een veel langzamer Oekraïnse overwinning, waarbij het escalatierisico kleiner is, maar de prijs hoog, ook op langere termijn. Wat ook een langere termijn inspanning van ons, onze economie en ook de militaire industrie vereist om dit te kunnen volhouden. En een derde uitkomst waar soms voor gepleit wordt is het inzetten op snelle onderhandelingen, het stoppen van de gevechtshandelingen, om dan levens te redden. Daarbij zou ik willen aangeven dat zou misschien gevechtshandelingen tijdelijk kunnen stoppen, maar menselijk lijden gaat natuurlijk wel door en dan blijven er grote delen van Oekraïne bezet. En ook dat heeft een prijs. Dat heeft namelijk de prijs dat eerste doel, het overeind houden van de internationale rechtsorde, niet wordt gehaald. Dus de keuze voor u is iedere keer, als er weer zo'n wapensysteem voor ligt, welk doel willen we nou eigenlijk bereiken? En hoeveel risico's zijn we bereid te accepteren? En ik hoop dat deze introductie u enige handvatten biedt om die moeilijke keuzes te kunnen maken. Dank u wel. Dank, meneer Deen. Het woord is aan de heer De Cruijff.
Dank u wel. En ik zal mij proberen te beperken tot vooral de militaire aspecten van deze oorlog. Want andere aspecten weten andere mensen hier aan tafel veel meer van. Ik ga het ook even niet hebben over de F-16 als zware wapen. Want dan sluit ik me aan bij wat Rob de Wijk zei en wat Bob zei. Dat gaat echt een aparte dimensie toevoegen aan dit conflict. Zover zijn we nog lang niet. Maar ook pragmatisch gezien, als we F-16's vanaf Oekraïnse velden wilden laten vliegen en inzetten, dan praten we over iets wat jaren gaat duren om alle taken die je met F-16 kunt, offensive counter-air, defensive counter-air, battlefield air interdiction, close air support, überhaupt te kunnen. Dan praten we niet meer over deze fase van de oorlog die we de komende maanden zich gaan zien ontwikkelen. Tenzij je praat over een backfill systeem en dat wij F-16's leveren aan Oost-Europese landen. Dat is een andere dimensie. Volgens Clausewitz, zeg maar de Louis van Gaal van het militaire denken, overigens wiens boek is geschreven door zijn vrouw, dames, na zijn overlijden, dus dan weet u dat, is oorlog natuurlijk alleen een voortzetting van politiek met andere middelen, maar kun je ook alleen winnen als je in staat bent om de wil van de tegenstander te breken of daarmee te dreigen. We kennen natuurlijk uit onze eigen geschiedenis, de meidagen 40, het dreigen van de vernietiging van Utrecht en Amsterdam heeft ons geleid tot de capitulatie. En militair vermogen, als ik daarover praat, kent drie componenten. Een fysieke component zijn de middelen die je hebt. Louis van Gaal zou zeggen, het zijn zijn spelers. Heel veel van de discussie gaat over die fysieke component. Het gaat over middelen. Het gaat over ATACMS, tanks, vliegtuigen en andere dingen. En dat is ook een discussie die ook heel toonbaar is, heel zichtbaar is. En daar vind je ook heel vaak het woord gamechanger. Ik heb al 12 wapensystemen gezien die als gamechangers zouden functioneren in de Oekraïne. In de praktijk blijkt dat niet zo, omdat elke gamechanger krijgt weer een contra-gamechanger. Maar het is wel belangrijk dat te realiseren, je moet de middelen wel hebben. Het tweede is de conceptuele component. Eigenlijk speel je 5-3-2, 4-3-3 of 4-4-2. Wat is je inzet? Hoe zet jij jouw troepen in tijd, ruimte en in effect? Daar kom ik straks wel even op terug. We zien heel duidelijk de hand van scholing van het Oekraïnse kader in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten de afgelopen 8 jaar in de NAVO-doctrine. Dat is onmiskenbaar terug in hoe Oekraïne zijn troepen inzet. En het derde is de mentale component. En dan praat je over leiderschap, dan praat je over ethiek en dan praat je over de wil om te blijven vechten. En telkens weer blijkt dat die mentale component een cruciale rol speelt. Want niets wint vaak degene met de meeste hardware, maar degene die het meest vastberaden is om te blijven vechten. We kennen allemaal de voorbeelden. Vietnam, kortom, zet ze maar op een rijtje. Maar een minimum aan middelen is hierbij wel een noodzaak. Je kunt niks iemand geven, want zelfs een ultiem overwicht in leiderschap stopt geen 100 tanks, om maar eens een quote van de afgelopen dagen te gebruiken. Dus er zal wel een soort pariteit moeten zijn in jouw middelen. Dan wordt dat conceptuele kennis, hoe zet ik mijn middelen in, en het leiderschap en de motivatie wordt dan pas cruciaal. Er is momenteel best wel een zorgwekkende disbalans in die fysieke component. En Rusland is in staat om weliswaar ouder materieel, oudere tanks, soms ook nieuwe tanks van achter de Oeral uit Karelië in Finland, naar het front te halen. De magazijn helemaal leeg te trekken. Ondanks het feit dat de industrie haperend opbouwt. Het gaat veel langzamer als het Poetin zelf zou willen. Maar Noord-Korea, Iran helpen echt. Rusland kan het eigenlijk zelf doen. Oekraïne is voor die opbouw eigenlijk volledig afhankelijk van ons. Want we hebben natuurlijk de eigen middelen van de Oekraïne ingezet. Oekraïne heeft veel voormalig Warschau-pact-materieel ingezet, wat uit de Warschau-pact-landen kwam. Wij hebben de T-72 ook gefinancierd. En nu zit je in een andere fase, dat je eigenlijk kijkt, wat is er nog op het Europese toneel en daarbuiten te vinden wat Oekraïne kan inzetten. Want één ding is duidelijk, beide partijen zetten alles op tafel om dit jaar met dezelfde intensiteit als afgelopen jaar een beslissing te forceren. Zover zijn beide partijen nog lang niet. Dat wil zeggen dat wij de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen, even nogmaals los van F-16, dat Oekraïne niet kan boksen met één vuist, zoals Jean-Michel van Dongen op de KMA zou zeggen. Je kunt niet boksen met één vuist. Dat betekent dat je de Oekraïne de wapens moet geven die ze nodig hebben om die doctrine uit te voeren en om dat leiderschap tot wasdom te laten brengen. En dat betekent dat je die pariteit in middelen moet hebben. Dat kan niet anders. Is dat een goede keuze? In oorlog zijn geen goede keuzes. Er zijn alleen maar slechte keuzes en hele slechte keuzes. En natuurlijk leidt dit tot een escalatie die Poetin
uitbuit, zeker ten opzichte van zijn eigen bevolking, dat is zo. Maar het niet leveren van zware wapens en de consequenties op het slagveld ervan zijn voor NATO en voor Oekraïne nog veel verregaander dan het niet leveren van die zware wapens. Dat is cruciaal. Het onthouden daarvan, en eigenlijk wat het Kremlin verwacht, is dat wij zwakke knieën krijgen en die steun niet te gaan handhaven, is een bepalende factor die we komende jaren in deze oorlog gaan zien. Ik kan ook niet in een glazen bol kijken, dat niet. Maar ik wil een aantal dingen met u delen. Wat we nu zien in Bakhmut en in Vuhledarsa, dat is niet het offensief van de Russen, wie er ook met een offensief gaat beginnen. Dit zijn niks meer dan symbolisch gedreven gevechtsacties op de grond. Het tweede is, ik weet niet wie er gaat beginnen met offensieve acties. Ik vermoed dat de Russen met de opbouw iets verder zijn dan Oekraïne is, omdat ze natuurlijk al die wapensystemen van het Westen moeten integreren. Uiteindelijk is het niet zo belangrijk wie er als eerste begint. Uiteindelijk is er wie is er in staat om de middelen zo in ruimte en tijd in te zetten dat ze het gevecht op de grond gaan winnen. En dan zie ik twee dingen die in mijn ogen niet veranderd zijn. Dat is die doctrinaire component. Die is veel sterker verankerd in het Oekraïns leger dan bij de Russen. En ik twijfel sterk of je die in korte tijd kunt veranderen. En de cruciale factor is het leiderschap en de vastberadenheid van het Oekraïnse leger. Zeker door trein- en weersomstandigheden en logistieke problemen is het front tot een standstill gekomen. Ik zie dat veranderen de komende weken en maanden. En ik voorspel geen goed nieuws. Dit gaat een uitermate intensief gevecht worden. Wat een enorm effect gaat hebben. Maar daarna komen we wel in een andere fase van de oorlog. Want dan is eigenlijk alles op tafel gelegd wat we nog hebben. En dat is het dan ook. Dan gaan we een andere fase van dit conflict in. Wat Nederland moet leveren is natuurlijk een voortdurende uitdaging. Je ziet nu met de Leopard 1 aanschaf, wat ik overigens volkomen begrijp, dat we de fondsen daarvoor gebruiken. Maar wel de context hebben dat de minister van Defensie nog geen 3 jaar geleden zei dat Defensie niet meer kan voldoen aan haar grondwettelijke taken. We nemen daar voortdurend bewust risico's mee en dit begrijp ik ook. Maar dat moeten we goed in de gaten houden. Tweede opmerking die ik wil meegeven. In de geschiedenis is een land wat een oorlog verliest, wint vaak de volgende, want die leert van haar fouten. Als dit conflict achter de rug is, dan hebben we nog geen vrede in Europa. Integendeel, dat moeten we heel goed met z'n allen in de gaten houden. Het is niet afgelopen. En om te eindigen met een quote van Churchill, dat doet het altijd goed, hoop ik ook in dit gezelschap. Churchill zegt, dit is niet het begin van het einde, maar dit is wel het einde van het begin. Dank u wel, meneer de Kruijf. Tot slot het woord aan de heer Weininga. Ik zal hem even aanzetten. Veel gras is al voor mijn voeten weggemaaid, maar dat geeft helemaal niet. Als je zo hebt over het onderwerp van deze discussie, dan gaat het eigenlijk met name over risicobeheersing. Risicobeheersing, het is al eigenlijk even door Bob Deen ook gezegd, risico is eigenlijk kans maal effect. En als de kans heel klein is, maar het effect is heel groot, dan moet je heel degelijk rekening houden met het risico, zeg maar, wat daaruit voortkomt. We hebben voor wat betreft risico's een kentering gezien, en het escalatiegedrag een kentering gezien eigenlijk naar Buja. Na het terugtrekken van Russische troepen noord van Kiev bleek dan in Buja honderden mensen waren vermoord, en op andere plekken in Oekraïne bleek dat ook gebeurd te zijn. Systematisch. Dat heeft verontwaardiging in het Westen veroorzaakt, waardoor het Westen eigenlijk van de categorie helmen, scherfvesten en lichte wapens overstapte op zware wapens. Dat is diezelfde week eigenlijk besloten door de landen die Oekraïne steunen. Sinds die tijd bevinden we ons op een pad waarvan je zou kunnen zeggen dat is een soort stapsgewijze opvoeren van de defensieve capaciteit van Oekraïne. Je zou het ook escalatie kunnen noemen. Het wordt zeker door Poetin en de zijn als escalatie gezien. Schreeuwt dan ook hoog van de toren af en toe dat het escalatie is en dat de gevolgen voor het Westen en voor Oekraïne verschrikkelijk zullen zijn. En tot nu toe hebben we daar eigenlijk is het alleen maar bij woorden gebleven wat dat betreft. Het risico voor nucleaire escalatie is door Bob eigenlijk al genoegzaam aangeduid. Het alternatief voor escalatie hoor je eigenlijk vrij weinig. Want het alternatief voor escalatie zou de-escalatie kunnen zijn. De vraag is dan, wat mij betreft, en dat blijft ook onduidelijk in de discussie, waar die de-escalatie uit zou moeten bestaan. Wat betekent dat dan, de-escalatie? Welke gevolgen heeft dat? Wat verstaan we eronder? Wat kost dat? En wat voor risico's brengt ook dat weer met zich mee?
Dus escalatie en de-escalatie, of zelfs een fase daartussenin waarbij we Oekraïne in staat stellen zich te verdedigen, maar niet om te winnen. Dat blijft eigenlijk allemaal een kwestie van risicoafweging. En dat betekent ook dat als wij als landen inderdaad middelen leveren, meer dan één vuist heeft Mart het net over gehad, dat we ons inderdaad ook voortdurend moeten afvragen en voortdurend zelf een eigen risicoafweging moeten maken. Kunnen we ons dit veroorloven? Als wij uit eigen voorraad munitie leveren, of raketten, of tanks, of wat dan ook, kunnen we ons dat dan veroorloven? Hoe lang duurt het voordat we dat zelf weer hebben aangevuld? En kunnen we die periode, zeg maar, min of meer veilig overbruggen? Dat zijn natuurlijk vragen die je voortdurend moet stellen. En dat gebeurt denk ik ook in elk land, ook in Nederland. Er wordt er gekeken naar wat haalbaar is en wat we als acceptabel risico van die leveranties voor onszelf kunnen aanvaarden. En als je dan kijkt naar de middelen. Mijn buurman is heel duidelijk weggebleven bij de F-16. Ik denk inderdaad dat de F-16 niet zo 1, 2, 3 kan worden ingevoerd in Oekraïne. Dat is een grote stap. Niet zozeer voor de mensen die ermee moeten omgaan. Dat lukt eigenlijk wel. Ik denk dat je dat binnen een half jaar Oekraïnse vliegers, zeker als het vliegers zijn met enige ervaring, op een F-16 kunt omscholen. We hebben de afgelopen maanden ook al gezien dat de Oekraïners goed met westerse technologie kunnen omgaan. Het zich snel eigen maken, zelfs als het om de panzerhauwitsers gaat, een eigen softwareprogramma schrijven om ze sneller inzetbaar te kunnen maken. Dus wat dat betreft ben ik niet zo bang. Het grote risico bij de F-16 zit hem in de logistieke ondersteuning. En inderdaad het gereed maken van accommodatie, vliegvelden, om de F-16 überhaupt van te kunnen starten en landen. Want dat vraagt nogal het een en ander. Dus dat duurt langer, denk ik. Je zou je kunnen voorstellen dat er dan een soort backfill ontstaat. Dat is ook al geopperd door andere landen. Landen die over MIGS beschikken, die MIGS zouden kunnen doorschuiven naar Oekraïne in ruil waarvoor ze dan F-16's krijgen. Of het dan de tweedehands zijn waar wij nu over beschikken, of het nieuwe uit Amerika zijn, dat is een ander verhaal. Luchtverdediging werd natuurlijk ook door Poetin gezien als een enorme escalatiestap. Zeker als het om de Patriot ging, dat zou echt een stap te ver zijn. De Patriot is punt 1, louter een defensief wapen. Je kunt die raket echt pas afvuren als er iets aan zit te komen en de radar daar vat op heeft. Het is een belangrijk middel. Zeker zou ik zeggen als het er meer zou kunnen zijn. Er zijn nu 2 systemen toegezegd. En Nederland stuurt wat extra lanceerinrichtingen mee die aan die systemen kunnen worden gekoppeld. En een voorraadje raketten. Daar kun je inderdaad wat mee. Maar het blijft natuurlijk ook in Oekraïne zelf een kwestie van risicoafweging. Welk gebied ga ik daarmee beveiligen? Wat is het vitaalst voor mij? Je kunt aan de hoofdstad Kiev denken met de regerings infrastructuur, maar ook hoofdkwartieren natuurlijk, of inderdaad grote belangrijke industriële complexen. En dan is het eigenlijk al snel op met de Patriot natuurlijk. Het zal moeten worden aangevuld met andere systemen, waarbij je een soort gelaagde luchtverdediging kunt krijgen, zodat er het juiste middel tegen de juiste dreiging wordt ingezet. Met een Patriot moet je niet gaan schieten op een drone van $20.000. Dat is qua kostenbaten, analyse niet echt handig. F-16 heb ik het over gehad. Leiderschap stond eigenlijk ook op mijn lijstje, maar daar heeft Mart eigenlijk al genoeg over gezegd. Ik zou nog willen zeggen, en dat is eigenlijk een verdere verduidelijking van wat Mart heeft gezegd. Belangrijk element, een groot verschil vind ik nog steeds, is dat je in Rusland een hele centralistische cultuur hebt. Dat is niet alleen maar Sovjet, dat bestond voor die tijd al. Het is terug te voeren tot het groothertogdom Moskou zelfs. Want van daaruit werd het hele Rijk gevormd. En zo werd het ook aangestuurd. En zo wordt dat leger ook nog steeds aangestuurd. Dat betekent dat als het zich op de werkvloer, op de tactische werkvloer, waar soldaten het gevecht voeren, wijzigingen voordoen die niet voorzien zijn, dat men naar boven moet om te vragen om nieuwe aanwijzingen. En het grote verschil is, en dat is wat de Oekraïners van Britse en Amerikaanse westerse militairen hebben geleerd, is om verantwoordelijkheden veel lager in die organisatie te leggen. Bij ervaren onderofficieren, bij luitenants die in staat zijn om binnen de kaders van de opdracht zelf een creatieve oplossing te vinden om uiteindelijk dat doel te bereiken. Dat is de grote kracht, denk ik, op dit moment van het Oekraïense leger. Aangevuld met westerse wapens, inderdaad tanks,
Die zeker zolang er niet sprake is van een uitgebreide luchtoorlog, zeg maar, het meest zware wapen zijn wat je Oekraïne zeg maar, zou kunnen leveren. Dan moet dat haalbaar zijn. En dan is de vraag, wat moet dan haalbaar zijn? Is het winst? Dat betekent in de ogen van de Oekraïne alle, zeg maar, sinds 24 februari veroverde gebieden terugveroveren. En het liefst ook nog de gebieden die in 2014 zijn ingenomen. Ik weet niet of we puur moeten denken in die maximalistische termen. Dat doen beide partijen. Dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat ze niet hun plan B willen laten zien aan elkaar. Ik denk dat ze ongetwijfeld een plan B in hun achterhoofd hebben zitten. De vraag is hoe ver ze ermee willen gaan. En dat hangt denk ik ook vooraf van hoe de strijd uiteindelijk op de grond zal verlopen. Daar wil ik het bij laten. Dank u. Dank meneer Weininga. Dan gaan we nu naar de vragenronde. De heer Hammelburg heeft aangegeven dat hij zo direct weg moet. Dus ik wil hem graag de eerste gelegenheid geven. Meneer Hammelburg, twee vragen. Ja, voorzitter. Dan stel ik er nu één. Want het zou ook niet eerlijk zijn naar de heer Van Dijk. Die uiteindelijk de organisator was van dit rondetafelgesprek. Als ik mij dat goed herinner. Dank u allen voor dit hele heldere beeld. En uw aanwezigheid hier. De heer De Wijk zegt heel erg duidelijk. We moeten ons op alle mogelijke scenario's voorbereiden. En dat zeggen we natuurlijk ook al een langere tijd. En dat betekent ook dat we vooruit moeten denken voor die scenario's, hoe we ons daarop moeten voorbereiden. En dat kan, nou ja, bij ieder scenario is dat natuurlijk anders. Ik wil even naar die extra zware wapens en middelen. Laten we de F-16 toch maar even als sprekend voorbeeld gebruiken. Dat tover je niet zomaar even uit de lucht, om het maar even zo te zeggen. Wat is er voor nodig vanuit ons, vanuit Nederland, vanuit het Westen, vanuit de NAVO, om ervoor te zorgen dat wij voorbereid zijn op een dergelijk scenario, mochten wij die beslissing nemen om dat toch te moeten doen, om te zorgen dat de strijd in Oekraïne gewonnen wordt? Van wie wil... Nou, ik denk eerlijk gezegd, en allemaal, ik gebruikte de heer De Wijk om het scenario's aan te duiden, maar ik kan me voorstellen dat de heer Weininga of de heer De Kruijf daar ook heel goed antwoord op zouden kunnen geven. Dan beginnen we bij de heer De Kruijf. En als meneer Weininga of de heer De Wijk vinden dat ze daar nog een goede aanvulling op hebben, dan geef ik hen daarvoor de gelegenheid. Meneer Weininga. Het probleem is vooral, de uitdaging is ook logistiek. Je moet een logistieke organisatie opbouwen die in staat is die F-16 zeg maar, te ondersteunen. Gereed te maken voor zijn missies. Wat die vlieger er daarmee gaat doen, zeg maar, dat is dan vers 2. Dan komt hij terug, dan moet hij weer opgevangen worden. Daar zit een cyclisch proces in, wat gewoon heel veel inspanning vergt. En inderdaad ook gedegen opleiding van mensen. Om je een indicatie te geven, de gemiddelde monteur bij de luchtmacht heeft een mbo-opleiding en daarna nog een jaar tot anderhalf jaar opleiding op het type gehad. Dus die komt na 4 jaar mbo als MTS'er, zeg maar, kan redelijk wat. Maar moet dan nog, zeg maar, 1 à 1,5 jaar, afhankelijk van het niveau onderhoud wat hij verricht, zeg maar, een opleiding doen. Dat kun je niet zomaar zeg maar, binnen een paar maanden regelen. Ook al ga je bochten afsnijden. Want dan gaan er ongelukken gebeuren eigenlijk. Dan vallen er F-16's uit de lucht. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus dat, ik denk dat dat de grootste uitdaging is. En daarnaast is er natuurlijk politiek een enorme uitdaging. Want met een F-16, dus ik zeg erbij met nadruk, bij wijze van spreken kun je naar Moskou vliegen. En daar dingen doen die je misschien wel het liefst zou willen doen. Alleen, ja, dat is natuurlijk zeg maar, het grootste gevaar. Dus als je zoiets levert, moet je daar hele harde afspraken over maken dat het absoluut niet gebeurt. En dat als men de neiging vertoont, dat dan je hulp ook meteen stopt. Dat moet voor Oekraïne duidelijk zijn. Dus het is logistiek en politiek zeg maar, een grote uitdaging. Operationeel, heb ik net al eigenlijk gezegd, is het binnen een paar maanden te doen. Militair gezien, wat we bij de Russen zien is dat de integratie van hun luchtmacht met grondoptreden volledig heeft gefaald vanaf het begin. En dat heeft ertoe geleid dat zij die twee operaties uit elkaar hebben getrokken. Dat ze de grondtroepen laten ondersteunen door hun artillerie en door hun helikopters. En dat ze hun fixed-wing, hun vliegtuig eigenlijk gebruiken om die campagne te doen om het energiesysteem van Oekraïne fundamenteel aan te pakken. Dus operationeel, als ik dat vertaal naar Oekraïne, let op, die integratie van luchtstrijdkrachten aan grondstrijdkrachten is ook echt een vak. Daar moet je een heel systeem voor opgetuigd hebben en waar je ook maanden, soms zelfs jaren voor nodig hebt om dat goed te kunnen. Dus voordat je het effect hebt, volledig in het volledige spectrum wat de F-16 kan op de grond, dat duurt echt even.
Ja, daar wil ik nog wel aan toevoegen. Je hebt hartstikke gelijk, hoor. Inderdaad, integratie, lucht- en grondoptreden is uitdaging. Dat is echt de hogeschool van samenwerking, zeg maar. Wat je de F-16 natuurlijk ook kunt laten doen, zeker misschien in een beginsituatie, is meehelpen die luchtverdediging te ondersteunen op plekken waar er bijvoorbeeld gaten zitten in je luchtverdediging. Dat kan een F-16 natuurlijk ook. Dat is een puur defensieve rol. En dan is die met name geschikt niet alleen om vliegtuigen neer te schieten, maar ook de grotere kruisluchtwapens. Dus dat zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. Meneer Hammelburg. Ja, dank u wel. Als ik zo uw antwoorden en ook de inleiding van de heer De Wijk bij elkaar leg, dan zou ik toch zeggen, als ze dan moet voorbereiden op dat scenario en het duurt zo lang om die gereedheid voor elkaar te hebben, dan moeten we, gezien het verleden, de les van het afgelopen jaar, nu beginnen met die voorbereidingen op die mogelijke stap. Is dat de correcte conclusie? Ja. Meneer De Wijk. Ik denk dat zo is. Kijk, het scenario waarin dit zou kunnen spelen en het scenario wat ik zie dat nu het meest wordt bediscussieerd, althans in de Verenigde Staten, en laten we wel wezen, de Verenigde Staten bepaalt in deze, niet wij. Dan moet je constateren dat, ik heb hem al even vluchtig gezegd, dat als bijvoorbeeld de Russen over de Dnieper zouden gaan, het gebied aan de andere kant van de Dnieper gaan bezetten, is nu niet echt aan de orde op dit ogenblik, maar je weet nooit hoe het verloopt in de toekomst. De hele Donbass gaan bezetten. Dan komt er een situatie waarin het evident wordt dat winnen eigenlijk uitgesloten is. En dat het ook mogelijk wordt, zeker als er ook nog een keer iets gebeurt vanuit Belarus in de richting van Kiev, dat je echt alle middelen op tafel moet leggen om ervoor te zorgen dat Oekraïne in ieder geval niet verliest. Wat je nu ziet is dat, en ik weet niet precies wat er achter de schermen gebeurt, maar ik ben er redelijk van overtuigd dat de inzet van F-16's, maar dat geldt ook voor ATACMS met een bereik van 300 kilometer, maar ook voor Grey Eagle drones, bewapende drones die ook ver kunnen schieten, die op dit ogenblik van zoveel geheime technologie zijn voorzien dat de Amerikanen niet het risico willen lopen dat die neer worden geschoten, waardoor de Russen daar de beschikking over kunnen krijgen, is dat je ziet dat die wapensystemen nu worden gebruikt als afschrikking tegen te ver op marcheren door de Russen. Afschrikking betekent dus ook, dat is net zo bij kernwapens, dat ze dus ook gebruikt kunnen gaan worden. Er loopt dus nu een discussie, en daar ben ik op zich wel voor, hoor, om bijvoorbeeld F-16-piloten nu al te gaan trainen. Ik weet dat er in Oekraïne een groep piloten al is aangewezen. De Oekraïners zijn ook aan het nadenken, als ik goed ben geïnformeerd, om die piloten nu al te laten trainen, omdat zij zeggen, we zijn nu aan het nadenken over hoe onze toekomstige krijgsmacht eruit moet zien en welk vliegtuig moet er dan in worden gevoerd in die krijgsmacht. Dat zijn de twee mogelijkheden. Dat is Saab en dat is de F-16. Dus je kunt daar nu ook al op gaan trainen. En ik weet ook, en dat is echt interessant, dat er in juli 2022 al budget is beschikbaar gesteld voor het trainen van piloten in de Verenigde Staten. Dus die, ja, je moet er nu over nadenken. Van mijn part train je het. Maar je moet nu echt gewoon heel strategisch gaan nadenken in welke context je dat wil doen. Dat je dus niet maar zo in het wilde weg gaat roepen, we moeten nu F-16's gaan sturen. Want je gaat nu in de situatie komen waarin F-16's onderdeel worden van een afschrikkingsdenken die iets anders loopt dan met kernwapens, maar in wezen hetzelfde is. Voldoende op dit punt. Dan gaan we luisteren naar de vraag van de heer Van Dijk. Twee vragen, alstublieft. Ja, hartelijk dank voor uw komst. Zeer nuttig. We zien u al vaak op tv, maar het is heel fijn om u nu ook gewoon rechtstreeks vragen te kunnen stellen. Eerste vraag aan de heer De Wijk. Hij zegt, in mijn woorden, dat de Verenigde Staten zorgvuldiger zijn of terughoudender zijn in hun opstelling dan andere landen. Misschien wel dan Nederland. En daar wil ik graag meer over horen, want hij zegt ook, je moet nadenken over de definitie van succes. Wat is winnen? Er wordt steeds door heel veel mensen geroepen, Oekraïne moet de oorlog winnen. En ik denk dan ook direct, maar wat is dat dan? Zijn dat de grenzen van 24 februari of is dat wat anders? Mag ik uw opvatting over de strategie van de Nederlandse regering, want dat is tenslotte de instelling die wij moeten controleren. Meneer Van der Wijk. Ik zie dat het debat, om het maar zo te zeggen, in de Verenigde Staten wat geavanceerder gevoerd wordt. Veel strategischer,
ook de wijze waarop ik net heb verwoord van hoe je zo nodig met F-16's om zou kunnen gaan. Ik vind dat in Nederland wel wat al te snel wordt geroepen van we moeten F-16's sturen. Ik heb ook gezien dat het woord winnen wat al te gemakkelijk wordt gebruikt. Ik ben daar persoonlijk een zeer groot voorstander van dat er gewonnen wordt. Maar de grote vraag is, en die ik dan altijd stel, maar hoe dan? Als ik kijk hoe de discussie verschoven is in de Verenigde Staten, dan is dat van, in het begin van de oorlog gingen ze mee met wat er ook in de raadsconclusie stond van de Europese Unie van 24 februari, dat het doel is van elke inspanning, militair en economisch, om alle Russen het land uit te krijgen. En ik denk dat niemand daar op zich op tegen kan zijn. Wat je vervolgens ziet, is dat de discussie in Amerika verschuift in de richting, en dat gebeurde in mei, dat de president heeft gezegd, mijn belangrijkste doel is om Zelensky een goede onderhandelingspositie te geven aan de onderhandelingstafel. En dat heeft hij nog een keer herhaald in december toen Zelensky in het Witte Huis was. En het is interessant om de tekst erbij te pakken van hoe Biden dat tegen Zelensky heeft gezegd. Want hij zei, hij verontschuldigde zich daarbij. En eigenlijk impliciet gaf hij aan van, jij kan op deze manier toch niet winnen. We moeten gewoon uiteindelijk aan de onderhandelingstafel tot een of andere oplossing zien te komen. Dat kan een staakt het vuren zijn, zonder dat er een vredesakkoord komt. Ik denk dat dat het meest waarschijnlijk is. Maar als je dus in dat soort termen gaat denken, dan wordt winnen het niet behalen van Rusland van zijn initiële doelstellingen. En dat is denk ik ontzettend belangrijk. Dus je moet goed gaan nadenken nu, wat is winnen en wat is succes? En dat hoeft niet te zijn het totaal terugveroveren van Oekraïne. Ook al ben ik daar een groot voorstander van en wou ik dat het morgen gebeurde, want dan was dit gedoe tenminste klaar. Ik denk dat het echt belangrijk is om met enige afstand hiernaar te kijken, een analyse te maken, gewoon gebaseerd op feiten en de gevoelens die echt aanwezig zijn en die ik deel, toch te proberen om die een klein beetje naar de achtergrond te duwen. Want dit is gewoon oorlog voeren. En daar past dat niet in. Dank. Tweede vraag is aan de heer Bob Deen. Er is nu sprake van de levering van tanks. En u sprak over rode lijnen, waaronder bijvoorbeeld een aanval op de Krim er één zou kunnen zijn, omdat die van existentieel belang is voor de Russen. Moet je dan als leverend land voorwaarden stellen aan de levering van dit soort wapens als tanks richting de Oekraïners? Gebeurt dat al? Vindt u dat dat zou moeten? U mag ermee aan de slag gaan, maar u mag niet naar de Krim of naar Russisch grondgebied. Hoe kijkt u daarnaar? Meneer Deen. Ja, hele terechte vraag, want de Krim is precies hetzelfde als al het andere Oekraïnse grondgebied. Is gewoon van Oekraïne en moet dus ook terug bij Oekraïne. Dus het is heel lastig voor landen zoals Nederland om te zeggen, ja, je mag onze wapens wel gebruiken, maar liever niet dat stukje van je eigen grondgebied bevrijden. Want dat vinden we toch een beetje te heet onder de voeten worden. Ik weet wel dat er die discussies spelen. We hebben het de Duitsers onder andere zien zeggen. En hier is een heel lastig onderscheid dat we moeten maken tussen Oekraïns grondgebied uitgezonden de Krim, Oekraïns grondgebied, de Krim specifiek, en Russisch grondgebied. We weten dat de Amerikanen aan hun wapenleveranties aan Oekraïne koppelen de eis hiermee niet Russisch grondgebied beschieten. We weten ook dat de Amerikanen inmiddels hardop hebben gezegd, wat ons betreft is die Krim geen Russisch grondgebied, die mag je gewoon beschieten. De nieuwere raketten kunnen ook delen van de Krim raken waar Rusland belangrijke logistiek heeft. Dus ik denk dat we meer Oekraïnse aanvallen op de Krim zullen gaan zien. Betekent dat we de Oekraïners heel erg moeten aanmoedigen, doe dat als allereerste? Nee, want om de Krim succesvol aan te kunnen vallen, moet er echt nog heel wat gebeuren. Namelijk eerst een aanval zuidwaarts van Zaporizhia richting de kust, Melitopol-Berdjansk. Dat is al een hele moeilijke operatie voor de Oekraïners, want dan zitten de Russen aan twee kanten. Ik denk dat dat een van de kandidaten is voor een eventueel Oekraïns offensief. En daar hebben ze die tanks heel hard voor nodig. Ik denk dat de Oekraïnse strategie is eerst die landbrug afsnijden, dan de andere Russische verbindingen naar de Krim, inclusief die brug bij Kerch raken. En dan bij de Krim gaan doen wat ze bij Gerson ook deden, namelijk de Russische positie steeds meer onhoudbaar maken. Maar ook Zelensky heeft helemaal aan het begin van de oorlog gezegd dat ook hij over de Krim op een andere manier nadenkt dan over de rest van bezet Oekraïns grondgebied. Mogen wij formeel die eis stellen? Nee, dat vind ik niet. Want dan zijn we dus al eigenlijk een beetje bezig met de erkenning van de Krim als Russisch grondgebied. Mogen wij hierover met de Oekraïners van gedachten wisselen in het kader van onze beperking van escalatierisico?
Dat vind ik wel legitiem. En dat doen de Verenigde Staten ook. Dus een van de dingen die u misschien ergert als volksvertegenwoordigers, ik weet zeker dat het Nederlands publiek ergert, en dat kan ik me heel goed voorstellen, is dat we het gevoel hebben dat we op een glijdende schaal zitten. Eerst zouden er geen Patriots komen, die komen er nu. Dan zouden er geen tanks komen, die komen er nu. Ja, dan komen die F-16's er vast ook. Wij worden erin gerommeld. Daarachter zit wel degelijk een beheerste escalatie. Ja, dit is escalatiemanagement. Dus iedere keer kijken we welk wapensysteem komt op dit moment is nodig in de strijd en wat is het escalatierisico dat daarbij komt. En daarbij is ook het gegroeide vertrouwen tussen met name de VS. De heer De Wijk zei het helemaal terecht. Uiteindelijk zijn de Amerikanen degene die de beste inlichtingen hebben over waar de Russen zich het meeste zorgen over maken, maar ook nog het meeste dialoog hebben met de Russen. Zij maken keer op keer die afweging. En het vertrouwen van de Amerikanen in de Oekraïners is gegroeid. Dat zij de inlichtingen die ze krijgen goed gebruiken. En dat zij de wapensystemen, verantwoordelijk zal ik dan maar zeggen, gebruiken. En daar kunnen wij ook als Nederland op vertrouwen. Dus wederom, ik zou ook niet ver voor de Amerikanen gaan uitlopen. Als zij nog bepaalde zorgen hebben over bepaalde wapensystemen, dan hebben ze daar ongetwijfeld goede redenen voor. Maar ik zou ook niet veel banger zijn dan de Amerikanen in deze. Want ze weten toch wel degelijk goed waar ze mee bezig zijn. Wat betreft het echt aanvallen van de Krim zijn de tanks ook niet het eerste wapensysteem dat daarvoor cruciaal is. Want ik ben meerdere keren die landbrug bij Gerson en Janicek daar over geweest. Dat is ook niet waar je nou grote aantallen tanks voor nodig hebt. Dat is veel lastiger, omdat het een smalle landbrug is. Dus voor de tanks maak ik me daar minder zorgen om. Dat gaat vooral over attackumsraketten en langere afstandwapens. Ik hoop dat dat uw vraag eerlijk beantwoordt. Mag ik wat toevoegen? Ik denk dat er een verschil is tussen de Krim aanvallen en de Krim veroveren. Ja. In het verleden heeft Oekraïne al verschillende malen Russische installaties op de Krim aangevallen. Ik denk dat ze dat zullen blijven doen en misschien wel zullen opvoeren. Want vanuit die Krim wordt inderdaad heel veel van de Russische capaciteit richting Oekraïne gestaged en ingezet. Dus dat is een belangrijk punt om daar Russische militaire installaties aan te vallen. Of dat tot een verovering leidt, dat is vers 2. Dank u wel, meneer Weininga. Meneer De Kruijf nog hierover? Ja, en ik waag mij liever niet aan voorspellingen. Maar volgens mij het effect wat Oekraïne wil bereiken is de Krim indirect afsnijden. En ik denk dat dat vooral ook de symbolische waarde zal gaan in richting Mariupol. Want dat heeft niet alleen een symbolische waarde, maar ook een strategische waarde. Omdat je dan niet alleen afhankelijk bent van Odessa als enige grote haven die je hebt om te kunnen gebruiken. Moet je wel via de Zee van Azov, hè, dat is verre van makkelijk. Maar het zou wel een methode zijn om de Russen daar onder druk te zeggen. Of het gaat gebeuren, dat weet ik niet. Maar het zou operationeel een volstrekt logisch doel zijn. Dank u wel. Dan meneer Boswijk. Ja, dank voorzitter. En dank aan alle sprekers voor de uiteenzettingen. Ik had ook een vraag aan de heer Deen. U noemde eigenlijk net even de verschillende manieren hoe deze oorlog zou kunnen eindigen. En ik geloof dat er zelfs een onderzoek is van Princeton dat zegt het grootste deel van de oorlog eindigt niet met winnen of verliezen. Dus dat maakt het ook wel ingewikkeld. Maar u gaf ook aan de optie de lange overwinning. En daar schetst u er eigenlijk in, joh, dat is ook nog wel, het kwartje zou onze kant nog wel op kunnen vallen. Tegelijkertijd leert de geschiedenis ons juist het tegenovergestelde. Als je kijkt naar wat de Russen in 1812, maar ook in de Tweede Wereldoorlog, die zijn wel bereid om heel lang te lijden en heel veel op te offeren. En ons sterkste punt, hè, dat is solidariteit en we leveren aan Oekraïne, maar dat is meteen ons zwakte. Dus hoe kijkt de heer Deen daarnaar? Stel, dit conflict gaat inderdaad heel lang duren en dat gaat ten koste van heel veel vernietiging van mensenlevens en materieel. Ik ben er persoonlijk wat minder enthousiast, niet het goede woord, maar optimistisch over. Dat een lange overwinning uiteindelijk alsnog het kwartje onze kant op zou kunnen vallen. En is het dan niet verstandiger om toch Oekraïne in staat te stellen om dan misschien op korte termijn wel overwicht te bieden op het slagveld? Dus dan met verbonden wapens en met lucht. F-16 dan niet, maar MIGS bijvoorbeeld. Meneer Deen. Ja, nou, dank u wel. Dat heeft er dus ook mee te maken wat voor einddoel we zien voor de Russische Federatie. En daarom is ook een Rusland-strategie heel belangrijk. Ik ben persoonlijk steeds meer van mening, deze oorlog was al existentieel voor Oekraïne vanaf dag 1. Hij is inmiddels ook existentieel voor Poetin aan het worden. Dus ik denk eigenlijk niet dat de huidige Russische leider makkelijk zal inbinden, akkoord zal gaan met een situatie waarin Oekraïne zijn eigen lot kan beslissen. Hij zal hiermee doorgaan.
Dus dan moeten wij ook een strategie hebben hoe we willen dat Rusland eindigt. En dat heeft te maken met die snel of wat langer. Voorlopig heeft Rusland nog een nodige doorzettingsmacht. Zij kunnen dit nog een tijdje volhouden. Maar ook de bodem van de Russische oorlogskas gaat in zicht komen. De laatste berekening die ik zag is dat ze met deze mate van uitgaven die ze in hun huidige begroting hebben ingepland tot 2025 zouden kunnen volhouden. Ik denk dat de Russen wel degelijk een strategie voor jaren oorlog voeren hebben. De Oekraïners hebben dat zeker. Die weten dat ook als er een staakt het vuren komt, ook zelfs als ze de Russen uit Oekraïne weg weten te krijgen, zodra de kans zich voordoet, Rusland zal zich gaan herbewapenen en zal het nog een keer gaan proberen. Dus dat betekent eigenlijk dat we, als we in willen zetten op die hele snelle, beslissende Oekraïnse overwinning. Ja, ik ben het helemaal met de heer De Wijk eens. Ik zou het liefst ook hebben dat ik niet meer gebeld word en dat deze oorlog gewoon dit jaar afgelopen is. Maar dan moeten we accepteren dat dat gepaard gaat met een fors verhoogd escalatierisico. En dat escalatierisico is dan wel in eerste instantie jegens Oekraïne, niet jegens ons. Zij zullen de prijs betalen. En zij zijn ook nog eens bereid dat risico te accepteren. Dus waar de Oekraïnse bevolking met de laatste peiling zag ik 95% ervan is overtuigd dat ze deze oorlog gaan winnen. Zij zijn daar wel klaar voor. Ik denk dat uw vraag noemt het terecht. Ik denk dat wij daar niet geheel klaar voor zijn. Ik denk dat wij en niet klaar zijn voor het accepteren van een fors verhoogd escalatierisico. En we zijn ook nog eens niet klaar voor het accepteren van een hele langdurige oorlog. Maar, zoals de heer Cruijff eigenlijk al mooi zei, er zijn alleen maar slechte keuzes in deze. Als we een combinatie van wapensystemen zouden kunnen leveren die de Oekraïners in staat stellen om snel een beslissende overwinning dit jaar nog te bereiken, dan zouden we dat heel serieus moeten overwegen. Maar het probleem is dat die oorlog zodanig complex is, dat die opleidingstijd lang nodig is, die logistiek hartstikke complex is, dat ik dat niet zo snel zie hoe we dat zouden kunnen doen. Dus ik denk dat we ons moeten opmaken voor scenario 2, namelijk een langere oorlog. Dat wij dit langer vol moeten houden dan Rusland. We weten ook uit de geschiedenis, u noemt een aantal historische voorbeelden. Er zijn twee voorbeelden in de Russische geschiedenis waarbij ze een militaire nederlaag hebben geleden die uiteindelijk leidde tot regimeverandering. De Japans-Russische oorlog van het begin van de 20e eeuw. Dat duurde bijna 10 jaar. En de Afghanistan-oorlog duurde ook bijna 10 jaar. Dus we moeten ons echt opmaken voor een situatie waarin Rusland een aantal militaire nederlagen leidt en pas veel later er verandering binnen de Russische Federatie optreedt. En dan tot slot moeten we ook heel erg nadenken over wat dat voor ons zou betekenen. Want dan heb je het ook over scenario's waarbij instabiliteit in Rusland zelf optreedt. Nou, dan nog maar een Churchill-quote erin, als we toch bezig zijn. Hij heeft het ooit, ik heb de volgorde altijd verkeerd, maar hij noemde het iets als een raadsel verpakt in een enigma midden in een mysterie. Rusland is verschrikkelijk complex. Zo'n groot land van zoveel tijdzones, als daar instabiliteit optreedt, dan heeft dat ook enorme gevolgen voor ons. En ook daar, over scenario's gesproken, moeten we ons op voorbereiden. Dank u. Meneer Boswijk. Ja, dank voorzitter. Ja, inderdaad, het einde van de Japans-Russische oorlog, dat kregen we geloof ik daarna het communisme terug. Dus dat was niet echt een succes. Overigens, Theodore Roosevelt kreeg wel een Nobelprijs voor de vrede. Dat was wel iets positiefs. Daarop voortbordurend aan de heer Weininga en de heer De Cruijff. Stel, we gaan even door op het scenario wat we net hadden. Dus we gaan wel voor de snelle overwinning. Het klinkt een beetje plat. We hebben gezien, en meneer Weininga noemde het net al met de houwitsers, hoe de Oekraïners daar zelf software voor hebben gebouwd. We hebben het gezien met Mission Command, hoe snel ze toch relatief snel dat in een hele traditie waar ze in zitten, dat hebben omarmd. Stel, je zou dan wel meer bijvoorbeeld ingezet op die mix, dus dan hoeven ze niet helemaal vanaf nul te beginnen. Is er dan echt geen scenario denkbaar dat ze dan toch dat verbonden wapens sneller onder de knie zouden kunnen krijgen? Er is één belangrijke voorwaarde. En dat is luchtoverwicht. Op dit moment zou je kunnen zeggen dat Rusland geen luchtoverwicht heeft boven Oekraïne, behalve boven het front. Want het front bevindt zich in feite in de beschermende paraplu van de Russische luchtverdedigingssystemen. Dat zijn met name S-300 en S-400 systemen. En met name die S-400 is heel gevaarlijk. Er vallen MIGs aan te prooi, ook F-16's. Dus als je zeg maar die vrijheid zou willen creëren voor de Oekraïners om boven dat front te opereren, moet je in ieder geval tijdelijk en plaatselijk in staat zijn dat te onderdrukken, luchtoverwicht te creëren voor een bepaalde actie. Dat vergt al enorme inspanningen. Dat zou je kunnen doen met de lange afstandsraketten die ze nu hebben gekregen. Er zit in het pakket wat president Biden in november of december heeft goedgekeurd ook antiradarraketten. Die kunnen onder
de mix die van westerse landen zijn geleverd worden gemonteerd. Dus daar zie je al dat daar een beetje op wordt voorgesorteerd. Met die raketten zouden ze inderdaad radarsystemen van luchtverdedigingssystemen van de Russen kunnen uitschakelen. Maar dat zijn allemaal tijdelijke dingen. Dus dan heb je tijdelijk en plaatselijk een luchtoverwicht. Dat is een enorme inspanning op zich. En dan zou je gereed moeten staan om op de grond, gecoördineerd, heel duidelijk met die luchtstrijdkrachten, iets te gaan ondernemen, een offensieve actie. En dat is toch wel een belangrijk punt. Dus we praten heel makkelijk over vliegtuigen. Dat wil nog niet zeggen dat ze zomaar de vrijheid hebben om boven dat front te worden ingezet om eigen troepen te ondersteunen. Daar moet nog wel iets extra's gebeuren. Even terug naar afgelopen jaar, naar de analyse. Wat is er nou gebeurd? Je hebt het strategisch niveau waar politieke doeleinden worden vastgesteld. En het tactisch niveau, dat is militaire opdrachten. Daartussen heb je het operationele niveau. Wat politieke doeleinden moet vertalen naar militaire opdrachten. Dat is heel moeilijk. Die vertaalslag is heel moeilijk. Hè? Dan krijg je discussies als, is dit een vechtmissie of een opbouwmissie? Dat is gewoon moeilijk. Per definitie heb je daar frictie in die raakvlakken. Wat wij zagen vanaf juli is een aantal zaken. Het initiatief kantelde naar de Oekraïnse kant. En sinds die tijd moest het Russisch leger reageren op wat Oekraïne deed. En dat komt doordat Oekraïne uitermate goed in staat was om de kunst van het operationeel denken, hoe zet ik mijn eenheden in tijd en ruimte op het goede tijdstip in, te coördineren. Gerson had een direct verband met de doorbraak bij Kharkiv. En wat je telkens ziet hoe Oekraïne vecht is, ze verdedigen hardnekkig aan het front, vaak met troepen die er ingegraven zijn met artillerie, maar de beslissing zoeken ze altijd door dat gevecht van verbonden wapens te gebruiken. De hele doorbraak bij Kharkiv is gedaan door 2 gemechaniseerde brigades met tanks, panzervoertuigen en een luchtmobiele brigade. Eigenlijk een beetje het Nederlandse leger in zuidelijke samenstelling. Maar daarmee gaan zij de beslissing zoeken. Of het ook gaat lukken, dat weet ik niet. Maar het zou mij niet verbazen als Rusland niet in staat is om die doctrinaire achterstand te veranderen en die mentale achterstand te veranderen, dat we de komende maanden, waarschijnlijk beginnen de Russen eerst, toch weer die successen op dat operationeel niveau op het slagveld zien door Oekraïne. En dat zou best wel eens een van grote invloed kunnen zijn op deze oorlog, want het denkt in mijn ogen dat Poetin nog verder weggaat van het bereiken van zijn doelen. Nou, dan is het aan anderen om te kijken hoe je daarmee omgaat. Maar dat is voor mij niet onwaarschijnlijk dat dat gebeurt. Dank u wel. Meneer Valster, VVD. Ja, voor mij zeiden dank voor deze informatiesessie. Ik wil even terug naar een aantal woorden die al voorbij zijn gekomen. Dat was escalatie, game changes, disbalans. En ik wil dan even specifiek kijken naar het materieel. Want het ziet er nou naar uit dat er echt veel materieel vanuit de NAVO naar Oekraïne gaat. Wat staat daar nog van Rusland tegenover? En we weten dat aan de Russische kant heb je dan Noord-Korea en Iran die dat nog zouden kunnen aanvullen. Zijn er nog potentieel andere landen? En dan kijk ik bijvoorbeeld naar de rol van China die dat nog zouden kunnen gaan aanvullen als dat echt in disbalans dreigt te gaan lopen. En ik, ja, wie zich geroepen voelt om te beantwoorden, laat ik bij de heer De Wijk beginnen. De heer De Wijk. Ja, u bedoelt dat wanneer de Russen in de problemen komen zitten met betrekking tot hun eigen wapens, dat ze nog kunnen vertrouwen op anderen. Ja, nee, die kans is er. Die discussie loopt nu in verband met de levering van raketten met Iran. Die discussie loopt met Noord-Korea voor munitie. En die discussie loopt inderdaad ook voor drones, maar die is weg, die discussie, met China. En de Chinezen die houden zich redelijk aan de sancties, moet ik zeggen. En ik denk dat ze redelijk teleurgesteld zijn in wat ze gedacht hadden dat China, wat Rusland gaat doen, namelijk een snelle overwinning. En ik denk dat daar ook de zegen van is gekomen door Xi aan de vooraan van de Olympische Spelen. Als ik het allemaal zo bekijk, dan is dat denk ik wel de conclusie. Dat is voorgespiegeld door Poetin. Nou, een kleine operatie en dan is dat allemaal koekenij daar in Oekraïne. Daar is ja tegen gezegd en ik denk dat een grote teleurstelling is dat dat zo niet is gelopen. Dus ik denk niet dat de Chinezen op dit ogenblik staan te springen om de Russen althans op dit gebied bij te staan. Dat wil niet zeggen dat de Iran dat niet zal kunnen gaan doen. En er zijn ook overeenkomsten gesloten tussen Rusland en Iran om dat voor elkaar te krijgen. Tegelijkertijd moet ik constateren dat Biden een team heeft opgericht om dit te voorkomen, om ervoor te zorgen dat die
raketten bijvoorbeeld, drones, daadwerkelijk in Oekraïne terechtkomen. Hoe dat werkt, weet ik niet, want dat is, mag ik hopen, geheim. Maar tot nu toe moet je wel constateren dat er erg weinig aankomt. Die raketleveringen, dat lukt niet echt op dit ogenblik. Droneleveringen valt ook erg tegen. Er is wel gesproken over het opzetten van een gezamenlijke fabriek. Iran en Rusland voor de fabrikage van drones, dat kost allemaal even tijd. Maar tot nu toe vind ik eerlijk gezegd dat dat niet heel succesvol is, die relatie met die andere landen. Want anders hadden ze al veel eerder bijvoorbeeld hun munitievoorraden kunnen aanscherpen. En dat is niet gebeurd tot nu toe. Je ziet dus echt dat het aan het afnemen is op het slagveld. Er wordt munitie achter de hand gehouden voor het grote offensief kennelijk, die nog moet plaatsvinden. Zie, kan ik even aanvullen? Andere aanvulling van meneer Weininga. Gaat u gang. Rusland verkeert al in het probleem. Anders was er geen eens sprake geweest van Iran en Noord-Korea. Dat betekent gewoon dat ze dit zelf niet kunnen handelen, zeg maar. Niet voldoende kunnen ondersteunen. Hun eigen industrie kan het verbruik aan het front niet bijbenen. En dus wordt er beroep gedaan op andere landen. En dan zijn Iran en Noord-Korea de meest waarschijnlijke, zeg maar, waar je terechtkomt. China inderdaad lijkt mij onwaarschijnlijk, want het is niet in Chinees belang om Rusland militair te ondersteunen hier. Het Russische probleem zit hem in de industrie, inderdaad. De industrie heeft een productietempo wat is ingericht op jarenlang produceren, voorraden opbouwen en dan in snelle operaties effecten zien te sorteren. Nou, dat is ze nu niet gelukt. En het is nog moeilijker om de industrie te laten versnellen. Want deels heeft dat met corruptie te maken. Deels heeft dat te maken met slechte organisatiegraad. Deels heeft dat te maken ook met het feit dat je natuurlijk niet tegen een fabriek kunt zeggen van schroef de productie maar op. Daar moeten mensen voor zijn, daar moeten middelen voor zijn en er moeten materialen worden toegevoerd. Dus ook toeleveranciers moeten ook productie gaan opvoeren. Dus zo makkelijk is dat allemaal niet. Ook in het Westen is dat niet makkelijk, zeg ik erbij. Om een vergelijking te maken met bijvoorbeeld het antitankwapen van de Amerikanen, de Javelin. Daar neemt het Amerikaanse leger per jaar 2000 stuks van af. Daar is de productie op ingesteld. Die fabriek heeft nu de opdracht gekregen om daar 4000 van te maken. En die heeft zelf al gezegd, het gaat minstens een jaar duren voordat men dat lukt. Dus en dat is nog redelijk efficiënt en effectief ingericht naar westerse maatstaven, zeg maar. In Rusland is dat anders. Deel van het de werknemers in de Russische militaire industrie is verouderd. En de jeugd heeft eigenlijk maar niet zoveel zin om daarin te gaan werken. Bovendien is een deel van de jeugd naar het buitenland gevlucht. Dus dat zijn nog behoorlijke uitdagingen om zover te komen. Dus Rusland bevindt zich al in een situatie waar het in een probleem is. Anders was er van Iran en Noord-Korea überhaupt geen sprake. Meneer Deen. Ja, daarop aanvullend twee factoren. Eén is, in tegenstelling tot de Sovjet-Unie heeft Rusland niet geïnvesteerd in producing the means of production. Dus ze kunnen niet zelf snel hun fabrieken uitbreiden, waar de Sovjet-Unie dat wel kon. Daarvoor zijn ze deels afhankelijk, ironisch genoeg, van westerse import. Dus we kunnen ook nog met ons sanctiebeleid, en dat gebeurt al deels, juist inzetten op de dingen waar ze enorm tekort aan hebben. Zelfs het maken van kogellagers voor hun treinen bijvoorbeeld. En zo zijn er nog veel meer dingen, machinewerkbanken. Daar wordt ook al actief over nagedacht. Dus dat is het eerste, daar kunnen we nog wel meer aan doen. De halfgeleiders zijn het meest gebruikte voorbeeld. Maar we weten dat het Rusland wel lukt om op allerlei manieren die beperking op export van halfgeleiders aan Rusland toch te omzeilen. We vinden nog steeds westerse chips in Russische raketten, inclusief Russische raketten met relatief nieuwe serienummers, die dus redelijk recent van de band gerold zijn. Dus ze zullen echt niet ophouden met produceren, maar het tempo waarin ze kunnen blijven vechten, ben ik het helemaal mee eens, dat zal afnemen. Het tweede is, we hebben natuurlijk ook invloed op de inkomsten die Rusland heeft. En met name daar zijn die derde landen heel erg belangrijk. Dus als je kijkt wat Rusland nu aan het doen is, is veel meer van zijn olie en gas te proberen te exporteren naar met name China, maar ook andere landen. Daarbij is ook vaardige diplomatie van belang. Dus we kunnen dit niet alleen redden met het investeren in onze eigen militaire industrie. We moeten ook zorgen dat er geen coalitie ontstaat van anti-westerse landen. En daar is Rusland wel heel erg druk mee bezig. China is daarin cruciaal. Die zijn heel erg bang voor die effecten van die secundaire sancties. India is een andere.
De Amerikanen hebben actief India belobbyd om geen Russische olie af te nemen, bijvoorbeeld. Dus je kan zowel aan de productiekant als aan de inkomstenkant bij Rusland werken. Maar in beide gevallen betekent dat ze hebben ook nog enorme voorraden van alles en nog wat. S-300-raketten houden ze voorlopig nog wel vol. Ze zijn ook aan het omschakelen, dan gebruiken ze dus minder nauwkeurige raketten, maar gaan ze gewoon mee door. Is het niet zo dat we die hele Russische oorlogsmachine binnen een jaar en een halt kunnen toebrengen? Ja. Meneer De Wijk. Niet De Wijk, maar De Kruif. Te veel eer. Ik wil daar twee dingen aan toevoegen. En nou ga ik mezelf herhalen, maar na het komend jaar gaat de situatie echt fundamenteel anders zijn. Zoals al gezegd, Rusland kan geen grote wapensystemen op grote schaal produceren en gaat er ontzettend veel verliezen. Oekraïne vrees ik ook. Alleen in het Westen zien we dat er nog steeds capaciteit is om aan te vullen. Vandaar ook, denk ik, de hele actie met de Leopard 1 die ik nu zie. En die begrijp ik ook. Die capaciteit heeft Rusland eigenlijk niet meer, of je komt met ontzettend verouderde materieeltypes te maken te hebben, wat eigenlijk militair geen waarde heeft. Het tweede is ook een personeel aspect aan zit. Tot nu toe is 80% van de dienstplichtige opgeroepen komen uit de rurale gebieden. En niet uit de steden. Niet uit Sint-Petersburg. Niet uit Moskou. Er zit echt een standsverschil in de selectie en detectie en werving van dienstplichtigen. En dat gaat een keer ophouden, want de aantallen hebben ze gewoon niet. En als je dan komt aan de burgers en de zonen van de apparatski uit de grote steden, ik weet niet wat voor interne dynamiek dat gaat veroorzaken. We zien nu al dat Rusland niet het kader heeft om die mobilisatie goed te kunnen doen. Daarvoor steunen ze op Wit-Rusland. Daar gebeurt het nu voor een groot deel, de opleiding en de training. Maar wat voor effect dat op de Russische maatschappij gaat hebben, dat is mij echt een vraagteken. Ik ga eerst de defensiewoordvoerder het woord laten. Dus we gaan nu door naar mevrouw Piri, die ik als volgende de gelegenheid geef om vragen te stellen. Ja, dank u wel. En ik was met een aantal collega's afgelopen maandag in Kiev. Mevrouw Mulder was daar onder andere ook bij. En ik vroeg mezelf vooral af hoe die eensgezindheid en die vastberadenheid nog zou zijn 12 maanden later. En in ieder geval wat wij in 16 uur hebben kunnen proeven, is dat heel sterk. Mijn vraag, ik mocht er twee stellen, toch, voorzitter? Eentje is, zelfs bij het scenario van op een gegeven moment komt er ergens een staakt het vuren. En dan zijn er veiligheidsgaranties nodig. We hoeven denk ik geen illusie te hebben over, zolang Poetin in Rusland zit, wat dat betekent. Kunt u misschien, een van u, ik moet natuurlijk een naam noemen. Kunt u misschien zeggen wat voor veiligheidsgaranties we dan aan zouden moeten denken? En de tweede vraag, misschien aan de heer Kruijf. Als het gaat nu om Ramstein en de leveringen die zijn toegezegd, waarbij natuurlijk tijd een essentiële factor is. Maar voor uw inschatting, en we weten natuurlijk niet precies hoe de staat van het Oekraïns leger is, maar uw inschatting, als alles wat is toegezegd ook voor de zomer geleverd kan worden, is dat dan voldoende om in ieder geval in de Donbass te winnen? Of is het alleen voldoende om je te verdedigen? Dank u wel. Ja, veiligheidsgaranties. Als er een staakt het vuren komt, dan zal er mogelijk daarover worden gesproken natuurlijk, over die veiligheidsgaranties. En ik denk dat je vanuit Oekraïns standpunt rustig kunt zeggen dat de soevereiniteit van het Oekraïnse land, zeg maar territorium, wordt erkend. Dat zal een belangrijk punt zijn. En het is de vraag of de Russen zover willen gaan, want ze bezitten inmiddels, of ze bezetten, zo moet ik het zeggen, inmiddels bijna 20% daarvan. Het is de vraag hoeveel Oekraïne gaat terugveroveren en wanneer het een goed moment zal zijn om tot een staakt het vuren te komen. Dus dat is heel lastig. Ik denk uiteindelijk dat er, als er een vredesproces op gang komt, laat ik zomaar even verder gaan, dan moet dat zich vertalen inderdaad hele robuuste veiligheidsgaranties voor de Oekraïne. En dat betekent inderdaad een onmiskenbare erkenning van de integriteit van het Oekraïnse territorium. Ik denk dat lidmaatschap van EU en NAVO dan ook op tafel zullen liggen.
om die garanties zeg maar, ja, zeker te stellen eigenlijk. Want dat is denk ik de enige manier om dat te doen. Alles wat daarvoor zit, dat leidt tot misschien wel een frozen conflict. Zoals ze eigenlijk de afgelopen 8 jaar ook hebben gehad in de Donbass. Waar er af en toe over en weer wordt geschoten. Er wel pogingen worden gedaan om via allerlei akkoorden, denk aan de Minsk-akkoorden, tot een oplossing te komen, maar die door beide partijen niet worden nageleefd, omdat ze gewoon niet acceptabel voor ze zijn. Dus dat maakt het heel moeilijk. Een staakt het vuren heeft alleen zin als er daarna ook uitzicht is op daadwerkelijk constructieve onderhandelingen die tot iets kunnen leiden waar de Oekraïners mee tevreden zijn. En ik denk wij in het Westen ook. En de Russen niet in de laatste plaats, ja, ook. Want ook daarmee moet je oppassen natuurlijk. Ik denk dat als dit voorbij is, Rusland zich zal willen blijven bewapenen. Het regime zal niet zomaar omvallen. En dan heb je ook heel goed kans dat er plaats is, of zeg maar ruimte is voor revanchisme. En dat het dus daarmee nog niet over is. Dus ja, het is lastig om over veiligheidsgaranties te praten als de vrede zo ver uit zicht is nog. Dat vind ik wel een punt. Meneer de Kruijf. Ja, overigens denk ik, cynisch gezegd, dat de enige die een veiligheidsgarantie kan geven de Verenigde Staten is. Wij als Europa kunnen dat niet. 90% van de strategische middelen van NAVO is Amerikaans. Maar even terugkomen op de uitdagingen. Het is een enorme uitdaging en er wordt heel veel gepraat over, zijn we in staat om de Oekraïnse soldaten op tijd op te leiden op de wapenstermen die wij ze geven. De ervaring die ik heb en die ik ook heb teruggekoppeld uit het veld is dat er enorme motivatie en leercurve is. En ik maak me daar op zich niet zoveel zorgen om. Als je een ervaren tanker uit Oekraïne op een Leopard 1 of 2 zet, dan kun je dat relatief snel leren. Mijn zorgen liggen meer op logistiek gebied. Ik denk dat de slechtste baan die er op dit moment is, is de logistiek verantwoordelijke hoofdofficier voor het Oekraïnse leger. Want al die verschillende wapenstermen met hun verschillende reservedelen, hun verschillende munitiesoorten, dat is een enorme uitdaging om dat in de wielen te krijgen. Dat is 1. En in de wielen te houden. Dat is 2. En ik denk dat als we praten wat de basis voor succes is, los van de doctrine en de mentaliteit, is het zijn we in staat om die logistiek overeind te houden. Dat is cruciaal. Als we dat kunnen en we zijn in staat om die eenheden binnen 1 of 2 maanden daar te ontplooien, dan gaan die een enorme invloed hebben op de oorlog. En ik schat de kans voor Oekraïne, gezien hun vakkennis en de vakmanschap, hoger in voor succes dan bij de Russen. Maar het moet wel logistiek kloppen. Helder. Dan de heer Jansen. Nou, dat mag dan nu, want dat sluit het beter aan. Gaat u gang. Ja, maar dat is denk ik echt een cruciaal punt, die veiligheidsgaranties. De grote vraag is, wanneer ga je erover nadenken? Wanneer kom je met die veiligheidsgaranties? Is dat op het moment dat er een staakt het vuren is? Dat lijkt me wel. Ik denk dat een staakt het vuren ook mogelijk is zonder een vredesakkoord. Kijk naar Noord- en Zuid-Korea. Als je kijkt hoe in Zuid-Korea de veiligheidsgaranties worden gegeven, dan worden die gegeven door de Amerikanen, door voorwaarts gestationeerde troepen. Als je echt dit gaat doordenken, wat veiligheidsgaranties gaat betekenen, dan kom je op scenario's terecht waarbij je mogelijkerwijs wel eens een keer gedwongen kan worden om troepen te gaan stationeren in Oekraïne als een tripwire. En dat is heel erg vervelend, maar dat soort dingen ga je echt krijgen als je gaat doordenken wat dit gaat betekenen en wat je zou moeten doen op het moment dat er bijvoorbeeld een staakt het vuur is, Rusland verzwakt is en hoe je van dat moment een gebruik kan maken. Want je zal op een of andere manier Rusland voor het blok moeten zetten. En dat zou je dus kunnen doen op deze manier. En anders krijg je dus een voortzetting van de huidige situatie waarbij je het Oekraïnse leger natuurlijk gaat versterken. Ook dat is een veiligheidsgarantie. Maar of dat een ultieme veiligheidsgarantie is, dat is maar zeer de vraag. En dan kom je automatisch terecht, precies wat Peter Weininga zegt, op discussies over NAVO-lidmaatschap. Want als iemand dan die veiligheidsgaranties moet gaan geven, dan kom je eigenlijk terecht bij dat soort discussies. Dus mijn aanbeveling is, ga er nu ook over nadenken van hoe je daar politiek tegenaan kijkt. Dit zijn vreselijke discussies, nare besluiten, maar je ontkomt er niet aan. Dan alsnog meneer Jansen, ga er gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Deen. Ik was benieuwd naar hoe hij kijkt. Want de heer Deen had het over, dus we kunnen niet onbeperkt financieel, economisch, militair Oekraïne voor altijd blijven steunen. Het gaat ook ten koste van onze inzetbaarheid van ons eigen leger en van onze eigen economie. We hebben daar natuurlijk al afgelopen jaar heel veel effecten van gezien. Voor de inflatie en de gasprijzen, al die dingen. Hoe hij kijkt tegen het interview wat onze minister-president vorige maand heeft gegeven aan CNN. Daar vroeg de presentator, wat nou als Nederland, of als de oorlog een derde, vierde of vijfde jaar ingaat, kan Oekraïne dan nog steeds rekenen op de Nederlandse steun? En toen zei de minister-president heel onomwonden, ja natuurlijk, we zullen koste wat het kost Oekraïne voor altijd blijven steunen. En hoe kijkt hij aan tegen die uitspraken en wat de consequenties daarvan zijn voor de Nederlandse economie? Meneer Deen. Ja, dank u wel. Nou, misschien even terug naar januari, nou een jaar geleden. Toen kreeg ik een radio-interview over de kosten van de sancties. Om de oorlog te voorkomen. En toen had de Rabobank of iets had becijferd volgens het radioprogramma dat mij belde dat het 1000 euro per Nederlander zou kosten om zulke sancties op te leggen dat het Rusland genoeg zou afschrikken om niet aan te vallen. Toen kreeg ik de vraag, is dat u 1000 euro waard? En toen knipperde ik met mijn ogen van, ja, absoluut. En toen kreeg ik meteen een hele negatieve reactie van heel veel mensen die opbelden en zeiden, nou, voor mij is 1000 euro anders heel veel geld. Ik denk, als je op dit moment aan de Nederlandse bevolking zou vragen, heeft u er 1000 euro voor over dat dit klaar is, dan is die steun er echt. Wat ik daarmee bedoel, is dat ook het draagvlak in Nederland fors is toegenomen. Waar aan het begin in januari vorig jaar heel veel Nederlanders nog dachten, nou, moet dat nou allemaal wel, zie je nu, en dat opiniepeilingen tonen dat ook aan, een overweldigende steun om hiermee door te gaan. Duurt dat nog 5 jaar, uw vraag? Dat is erg afhankelijk van wat Oekraïne doet met de steun. Daarom komt ook die wederopbouw aan de orde. Want het gaat niet alleen om de wapensteun, militaire steun. Het gaat ook om de enorme vraag wie die rekening gaat betalen. Op welke manier we dat gaan doen. Gaan we dat doen met giften? Gaan we dat doen met leningen? En heel veel zal afhangen van de perceptie onder de Nederlandse bevolking hoe Oekraïne met dat geld omgaat. Dat is ook heel belangrijk. Dat gesprek heb ik ook veel met Oekraïnse partners. En die zeggen dan terecht tegen mij, ja, maar hallo, als wij corruptie moeten bestrijden, moeten we het eerst blootleggen. Dus krijgen jullie Nederlanders nog meer berichten te zien van corruptie in Oekraïne. En dan willen jullie ons straks niet meer steunen. Wat moeten we nou? Het enige eerlijke antwoord is wat jullie al doen, namelijk vechten tegen die corruptie. Maar het zal dus van dit soort factoren afhangen. Moeten wij die afweging maken van niets doen, heeft ook namelijk een prijs. En dat is het vervelende als we het framen in hoeveel kost deze oorlog ons. Het niet steunen van Oekraïne heeft ook een hele hoge prijs. Die is wat lastiger te becijferen. Die is ook moeilijker uit te leggen aan de bevolking. Maar ik vond het interessant om te zien in hoeverre dat draagvlak is veranderd in een periode van 12 maanden. Dat geeft mij enig vertrouwen dat de premier moet misschien niet zeggen whatever it takes. Dat heb ik hem ook niet horen zeggen hoor, whatever it takes. Want uiteindelijk kan natuurlijk niemand alles beloven. Uiteindelijk moet er een afweging gemaakt worden, want we hebben ook andere doelen die we moeten bereiken in Nederland. Ook de Verenigde Staten geven geen onbeperkte steun aan Oekraïne. Maar maken wel iedere keer een afweging, want de prijs van inactie en de prijs van alleen maar achter dijken blijven en hopen dat het probleem weggaat, is ook heel erg hoog. Dus ik hoop dat uw vraag eerlijk beantwoordt. Het kan niet onbeperkt zijn, dat heeft ook nooit iemand gezegd. Maar er staat een serieus hoge prijs op stoppen en alleen aan onze eigen, in nauwe termen gedefinieerde veiligheid denken. Denk ik dat die vraag van die 1000 euro, die zal me altijd bijblijven, hoe die gesteld werd. Dank u wel. Misschien mag ik hier nog iets aan toevoegen. Ja, ja zeker, meneer Leijning. Ik denk dat hij niks anders had kunnen zeggen. Hij gaat natuurlijk niet zeggen, we doen het nog een jaartje en dan is het over. Precies. Ja. Het is net als met militaire operaties. Je moet eigenlijk niet zeggen wanneer je stopt. Je moet je tegenstander vooral in het ongewisse laten daarover. En ik denk dat dit een rol in speelt. Meneer Jansen. Ja, eigenlijk in het kader hiervan. Ook een vraag aan de heer De Kruijf. U had het over dat de consequenties op het slagveld van het niet leveren van wapens, want dat is eigenlijk ook wat de heer Deen zegt, die zijn nog verdergaand dan het wel leveren van wapens. Voor de NAVO specifiek, zei de heer Cruijff. En ik vond dat een interessante opmerking, want ik moest denken aan hoe eigenlijk al, misschien kunt u daarop bespiegelen, volgens mij sinds de jaren 70 Oekraïne in het Amerikaanse discours als essentieel wordt gezien
voor de kracht, voor de effectiviteit van Rusland. Dus vanuit Amerikaans perspectief, zeker in de tijd van de Koude Oorlog, voor de verzwakking van Rusland. En hoe dat misschien wel na de verval van de Berlijnse muur, nog steeds het beleid is gebleven. Dus wat bedoelt hij dan met de consequenties van het niet leveren van wapens zijn misschien nog wel groter voor de NAVO dan het wel leveren van wapens? Ook in het kader van dat denken. Ja, dank u wel. Meneer de Kruijf. Het eerste volgens mij is dat wij in het Westen heel anders kijken naar het gebruik van militair vermogen om onze politieke doelstellingen te bereiken dan Poetin of China doet. Wij beginnen altijd met politieke capaciteit, economische capaciteit, communicatie, financiële middelen. En als middel van last resort gebruiken wij militair vermogen om onze doelstellingen te bereiken. Poetin en ook China zit daar totaal anders in de wedstrijd. Zien het gebruik van militair vermogen als volstrekt legitiem middel om nationale doelen te bereiken. Dat betekent dat wij altijd op achterstand beginnen in het Westen. Wij moeten altijd reageren op iets wat een ander doet. Nou, Oekraïne legt dat duidelijk bloot. Dat is één. Het tweede wat ik bedoelde is, Poetin is dus een machtsdenker. Die denkt veel meer aan macht dan aan ratio. En op het moment dat wij toegeven, stoppen met de economische steun of de militaire steun, want dat is waar Poetin op gokt. Dat ziet hij als de grootste zwakte van het Westen. Dat wij daarmee gaan stoppen. Hè. Hij speelt deze oorlog nu op de tijdsas. Dan geeft dat hem eigenlijk ook veel meer ruimte om te kijken, is NAVO wel zo coherent en zo hecht als dat wij denken wat het is? En ik ben vaak in de Baltische Staten geweest. Daar denkt men heel anders over Rusland dan wij hier. En de enige vraag die ze daar stellen is het Westen bereid om een derde wereldoorlog te beginnen als Rusland een corridor naar Kaliningrad wil maken? Dat is de vraag die je daar direct binnen een uur krijgt. Die kijken met een hele andere perceptie naar de wereld als dat wij dat doen. En ik denk dat het cruciaal is dat we dat beseffen, dat Poetin een machtsdenker is. Dat we altijd op achterstand beginnen en dat we heel goed moeten nadenken wat het betekent als we nu gaan toegeven op den duur voor de strategie en de geloofwaardigheid van NAVO-verschil. Dan is het woord aan mevrouw Mulder. Gaat u gaan. Ja, voorzitter, dank. Maar misschien wilt u zelf ook wel als lid van de Defensiecommissie eerst nog vragen stellen. Dan, ik treed er hier alleen op als voorzitter en onze woordvoerder is het niet. Dus gaat u vooral uw gang. Nee, ik denk van, moeten u nu ook niet tekort doen. Stel nou, je gaat die F-16 uiteindelijk niet sturen. Je gaat er ook niet alvast de mensen op trainen. Wat zijn dan alternatieven die nu al op de plank zouden liggen om dezelfde capaciteit te kunnen leveren aan Oekraïne? Want nu lijkt het heel erg om de F-16 te gaan. Maar het gaat natuurlijk om de capaciteit om te verdedigen. Wat ligt er dan op tafel als alternatief? Ja, de F-16 is deels een discussie die een beetje opportun is gevoerd. Omdat de Oekraïnse militaire organisatie heel goed weet dat in West-Europa diverse landen hun F-16 aan het inruilen zijn voor de F-35. Met andere woorden, ze weten gewoon, er komen tweedehands F-16's op de markt. En die kunnen dan naar Zuid-Amerika of naar het Midden-Oosten worden verkocht. Maar ze kunnen natuurlijk ook naar de Oekraïne. Dus dat is eigenlijk wat hier ook een beetje een rol speelt. Zijn er alternatieven? Ja, die zijn er. Er zijn nog inderdaad bij verschillende westerse landen MIG's in gebruik. MIG 29 onder andere. Deels gemoderniseerd. Sommige zelfs op NAVO-standaard gebracht. Met name in Polen. En die zouden ook richting Oekraïne kunnen worden gestuurd. Nou, dat is een type wat ze daar kennen. Dus dat is ook logistiek kunnen ze dat ondersteunen. Dus dat is vrij eenvoudig te regelen. Het punt is nu wel dat Polen voor het leveren van die MIG's een voorwaarde heeft gesteld. Namelijk dat die door Amerikaanse F-16's worden aangevuld. En dat is natuurlijk weer iets wat op hoger niveau moet worden besproken voordat ze die stap zetten. Bovendien, Rob de Wijk heeft er al meerdere malen op gewezen, aarzelen de Amerikanen daar ook mee om dat al te snel te doen. Ik heb net gezegd, het is een soort stapsgewijs opvoeren van de defensieve capaciteit van Oekraïne. Juist stapsgewijs om niet al te snel rode lijnen te overschrijden of escalatierisico te verminderen. En ik denk dat de aarzeling om dit nu te doen daar ook mee te maken heeft. Dus alternatieven zijn er, maar die zullen denk ik niet sneller gaan komen. Of het besluit om die te nemen zal er niet sneller gaan komen dan bijvoorbeeld bij een F-16. Meneer De Wijk. Ja, het is meer van hetzelfde. Dat is denk ik het alternatief. Meer artillerie, meer HIMARS, meer dit en meer dat. En ik denk dat we nu in een fase zitten waarin het gaat om het verdedigen, mogelijk terugveroveren van gebied.
Daar zijn besluiten over genomen, er zijn systemen voor aangewezen. En je kunt nu alleen nog maar in kwantiteiten gaan denken. Want het meeste is wel ingezet, hoor. Totdat je dus die nieuwe kwalitatieve slag gaat maken naar systemen dat nog langer afstands bereikt. Mevrouw Mulder. Ja, voorzitter, dank. Ik denk dat het een heel goed idee is om alvast mensen te trainen. Ja, en gelukkig wordt daar wel breed zo over gedacht. Het viel me op dat de heer De Wijk, die had het over niet te veel kijken naar gevoelens en emoties, maar puur naar feiten. Nou, wij waren afgelopen maandag in Butsja en in Irpin. En het feit is dat, ik geloof dat 70% van de huizen daar kapotgeschoten is in Irpin. Nou, dat hebben we met eigen ogen dan kunnen zien. En gelukkig zijn daar mensen heel goed bezig met de wederopbouw. Daar kan je alleen maar heel veel respect voor hebben hoe dat gaat. Maar feit is wel dat 70% dan in puin ligt. Feit is ook dat er heel veel mensen zijn omgebracht in Butsja. En dan vraag ik me even af, waar zit dan voor de heer De Wijk zeg maar het verschil tussen een feit of dat het emotie is? Daar zou ik wel graag meer over willen weten. Ja, dat is een goede vraag. Meneer De Wijk. Die wordt mij uiteraard vaker gesteld. Ik vind dat je in je analyse, in wat je gaat leveren, wat je moet gaan doen, wat je opstelling is in het conflict, je niet alleen maar mag leiden door emoties. Je moet absoluut een rationele analyse gaan maken. Doe je dat niet, dan raak je op een hellend vlak. En Bob heeft net aangegeven wat een mogelijk toezichtskader zou kunnen zijn. Zoiets zal je moeten hebben. Er is ook een toezichtskader gemaakt. Daar heb ik in een zeer grijs verleden zelf nog aan mee mogen werken bij Defensie. Voor de inzet van militairen voor niet-artikel 5 operaties. Om gewoon een gestructureerde besluitvorming te krijgen. Dat je gevoelens hebt bij dat conflict. Die hebben we allemaal, mag ik hopen. En die heb ik ook. En wat er in Butsja gebeurde is absoluut verwerpelijk. En dat leidt tot een omslag in het denken. Waarbij, en volgens mij heeft Bob dat ook gezegd, je naar een situatie gaat dat er een grote bereidheid is om spullen te leveren. Zeker, maar dat ontslaat je niet van de plicht om toch te blijven nadenken wat bijvoorbeeld de gevolgen zijn voor escalatie. Want anders raak je van de regen in de drup. En we hebben te vaak in de geschiedenis gezien dat we dachten, nou, dat doen we wel even, maar dat lukte dus niet. Ja, zeker, meneer Ding. Ja, ik ben blij dat u die vraag stelt. Want het is eigenlijk niet mogelijk om die emotie uit die analyse te houden. We zijn allemaal min of meer subjectief. Ik doe mijn uiterste best, hoor, om het van elkaar te scheiden. Maar natuurlijk, ik ben er zo vaak geweest om delen van het land kapotgeschoten te zien worden en mensen te kennen. Het is hartstikke lastig. En de emotie moet ook een onderdeel van de analyse zijn, alleen niet van de analist zelf. De emoties die dit losmaakt in samenlevingen, met name in de Oekraïense samenleving, waar het ongelooflijk is, hè, die 95% in peilingen, hoe verenigd dat land nu geworden is, dat moeten we wel degelijk meenemen. Ook de emotie in onze eigen samenlevingen. En daarbij moet ik er nog één noemen, namelijk niet alleen solidariteit, die heel erg sterk is, maar ook angst. Onderschat u toch niet hoeveel angst, met name aan het begin, het dreigen met kernwapens losmaakte in de Nederlandse samenleving. Dat zou ik ook willen benoemen, het risico van maatschappelijke ontwrichting door dit signaling wat Rusland doet. Want dit zou best nog wel eens wat heviger kunnen worden, de signalen die uit Rusland komen. Met name als een Oekraïnse overwinning dichterbij komt, zal je steeds in toenemende mate signalen uit Moskou zien van wij zijn bereid om die wapens te gebruiken. Dat gaat onze samenleving, hij gaat proberen onze samenleving daarmee te ontwrichten. Dan is het heel erg belangrijk dat we daar niet in meegaan. Dat we dus zo kil mogelijk naar de feiten blijven kijken van wat is hij daadwerkelijk aan het doen. Ja. Niet alleen wat roept hij, maar wat is hij echt aan het doen. En daarvoor heb je toch echt ook goede inlichting nodig, waar wij niet altijd over beschikken, maar u kunt daar wel toegang toe krijgen. Ik zou u ook echt aanraden, maak daar gebruik van. En tot slot emotie in Rusland zelf. Daar wou ik dan ook nog toevoegen. Als u kijkt naar wat daar op de staats-tv wordt geroepen, het ontmenselijken van de Oekraïners, dat is echt gruwelijk. Het gebeurt trouwens aan de Oekraïnse kant ook, hè, het ontmenselijken van Russen. En dit is ook iets wat ten tijde van oorlog gebeurt. Als analist moet ik dat wel meenemen. De manier waarop er gesproken wordt over de vijand. Ja. Want Butsja heeft daar ook een wijziging in de Oekraïnse en onze manier van denken over de Russische krijgsmacht. Het feit dat die wreedheden werden begaan. Maar het ontmenselijke van de ander, dat weten we van veel andere conflicten, is vaak een opmaat naar het maken van grote aantallen burgerslachtoffers in de strijd. En dat baart mij ook zorgen. Dus dat wil ik dan nog even toevoegen. Dank u voor die vraag.
Ik kijk even naar de leden van de commissie. We hebben nog dikke 10 minuten. Zijn er nog vragen die u zou willen stellen? In ieder geval, de heer Van Dijk, SP. Gaat u gang. Ja, ik zou toch nog één keer een vraag over de F-16's willen stellen. Want er zijn wat wisselende geluiden over. Aan de ene kant hoor ik het geluid van het is op dit moment geen realistische optie. De Verenigde Staten, Joe Biden, heeft heel duidelijk gezegd no. In antwoord op die vraag over F-16's. Duitsland is er volgens mij ook geen voorstander van. Maar goed, standpunten kunnen wisselen. Ik zie ook wat er gebeurt de afgelopen tijd. Zegt u nou, meneer De Wijk, het is op dit moment gewoon niet aan de orde. Het is op dit moment niet verstandig, ook in het kader van escalatie. Mogelijk later. Of zegt u, nee hoor, je kunt nu al daarmee aan de slag gaan. Meneer Van Wijk. Ik zou denken dat het nu niet aan de orde is. Maar ik zou er ook geen bezwaar tegen hebben als er onder het mom van de toekomstige aanschaf van Oekraïne van mogelijke wijze 6 F-16's of Saab-vliegtuigen al wordt getraind. Daar zou ik geen bezwaar tegen hebben. En het zou mij niet verbazen als dat al gebeurt. Dus in die zin is dat wel, denk ik, iets waarop je kunt anticiperen. Want als het nodig is, ja, dan komt het waarschijnlijk te laat. Want het zijn toch ingewikkelde systemen en je leidt niet een piloot in anderhalve dag op. Realiseert u zich dat Zelensky al daags na de inval van 24 februari heeft gevraagd om tanks. In april volgens mij werd het formele verzoek gedaan, april of mei. En ze zijn er nog steeds niet. Dus ja, er zijn althans de moderne tanks waarover we nu praten. De oudere tanks zijn natuurlijk wel gekomen. Dus dat gaat heel erg lang duren. Dus je loopt eigenlijk per definitie achter de feiten aan. Dus als je iets zou willen doen, en dat heeft ook te maken met die afschrikkingsfunctie die dit soort systemen hebben, dan moet je ook duidelijk maken dat je ze daadwerkelijk kunt inzetten. Want anders schrikt het niet af. Dus ik zou wel voorstander zijn van planning en mogelijkerwijs ook wel een voorzichtige training. Maar ik zou dat niet al te zeer aan de grote klok hangen. Meneer Deen. Ja, dank u wel. Kijk, het argument, het gaat maanden duren voordat de Oekraïners dit kunnen inzetten. Gaat maar het hele op. Als deze oorlog nog jaren kan duren, dan zijn die paar maanden voorbereidingstijd zijn maar een redelijk beperkte factor. Het is dan eigenlijk jammer dat we er niet eerder mee zijn begonnen. Wat me op mijn tweede punt brengt, is dat punt van het hellende vlak. We hebben uitgelegd waarom dat stukje bij beetje steeds gebeurt. Maar een van de grote nadelen van die methode van escalatierisico indammen is dat er een vrij lange lead time zit tussen het moment dat wij eindelijk zover zijn om het besluit te nemen en het echt sturen van het wapensysteem. Dus als we iets kunnen doen om die periode te verkorten, exact, dan lijkt het mij verstandig. Dus ik sluit me wel bij deze argumentatie aan. Ja, meneer Boswijk. Ja, ik had een vraag over misschien wel het grootste raadsel, waarom de Russen zo weinig hun vliegtuigen eigenlijk inzetten. En kijk, ja, dat was ik al bang voor, dat had ik al verwacht. en stel, ze zouden dit ineens wel gaan doen. Wat voor escalatie moeten wij dan gaan doen om daar de Oekraïners bij te helpen? Meneer Weininger. De Russen hebben aanvankelijk gedacht dat ze het binnen 3 dagen zouden fixen. Ze hebben volgens de goede doctrine gewerkt. Dus luchtverdediging aangevallen, radarsystemen en noem maar op. En daarna zijn ze er eigenlijk meteen mee opgehouden. Want ze dachten, in 3 maanden is het toch gefixt. Dan stort de verdediging van de Oekraïne in elkaar en dan is er niks meer nodig. En dat betekent dat heel veel luchtverdedigingssystemen in Oekraïne die fase hebben overleefd. En dat er geen sprake is van luchtoverwicht voor de Russen boven Oekraïns grondgebied. Dat ze dus voortdurend rekening moesten houden met het beschoten worden en het verliezen van vliegtuigen en bemanningen. Dat is ook gebleken, want wat het Westen wel snel begon te doen is het grote schaal leveren van Stinger-systemen of andere schoudergevuurde wapensystemen. Omdat de enige manier voor de Russen op dat moment was om te opereren binnen Oekraïns grondgebied, laag vliegen beneden de radar. Maar als je laag vliegt, ben je juist kwetsbaar voor die schoudergevuurde luchtverdedigingssystemen, zoals de Stinger. Daar hebben ze veel vliegtuigen mee verloren. Helikopters ook, heel veel. Dus dat is een belangrijke reden. Ze zijn nooit meer overgegaan tot een nieuw luchtoffensief om die luchtoverwicht te creëren. En dat betekent eigenlijk dat je ze puur ziet optreden boven hun eigen front. En aan de kant van dat eigen front, zeg maar. Omdat ze vandaar in feite worden afgedekt en beschermd door hun eigen luchtverdediging. Dat is eigenlijk de hele verklaring. En het is zonde, inderdaad, in Russische optiek dat ze dit niet hebben gedaan.
Daarmee hadden ze denk ik een hele andere oorlog kunnen voeren. Maar goed, dat heeft allemaal te maken met die onderschatting ze in feite zich aan hebben schuldig gemaakt, zeg maar, als je het zo zou willen uitdrukken. Meneer de Kruijf. Ja, de ironie van deze oorlog, als je uitzoomt, is dat de oorlog al lang al was afgelopen als Poetin zou stoppen met het onderschatten van de capaciteiten van Oekraïne en het overschatten van zijn eigen capaciteiten. En er zit een dynamiek in dat Kremlin, dat ik mij afvraag, krijgt Poetin wel de juiste informatie om op het juiste moment de juiste keuzes te maken? En ik denk dat het niet zo is. Als je kijkt naar de interne dynamiek met Wagnergroep en met alles wat daar gebeurt, dan is er nog steeds een strijd om in de gunst van Poetin te komen. En dat prevaleert in deze oorlog boven het operationele product wat je moet leveren. En dat is gunstig voor Oekraïne, voor deze oorlog is dat een ramp. Want als Poetin eerder zou inzien dat die militairen zien, in mijn ogen, dit conflict niet gaat winnen, zou deze oorlog een heel ander karakter krijgen. Leeft er nog een andere vraag? Ja, meneer Valster. Ja, nog een korte vraag over de toetsingskader zoals de heer Deen dat voorstelde. Hoe zou hij dat dan van toepassing zien op bijvoorbeeld die T-72 tanks die wij dan gaan kopen van de Tsjechen of de Leopard 1, waarvan we er nu 100 gaan kopen, die eigenlijk formeel niet in Nederlands bezit zijn? Want ik ga daar eigenlijk vanuit als een toetsingskader op Nederlands materieel van toepassing zou moeten zijn. En ik zou dan aan de heer De Kruijf willen vragen of hij, ik ken de Tweede Kamer een beetje, als wij ergens een toetsingskader voor ons neus krijgen, dan gaan we feitelijke vragen stellen, gaan we een technische briefing houden en dat komt de snelheid van leveren van wapens en systemen komt niet te goede volgens mij. Dus ik zou daar aan de heer De Kruijf ook nog wat reflectie op willen vragen. Meneer De Kruijf. Meneer Deen. Ja, bedankt. Mijn recent bedachte toetsingskader wordt meteen getoetst. Heel fijn is dat. Even kijken. De tanks, mijn mening, en daar kunnen anderen van mening over verschillen, is een nieuw wapensysteem leveren heeft in het begin een groter escalatierisico dan meer van hetzelfde wapensysteem leveren. Wat bedoel ik daarmee? De symbolische prijs voor het leveren van door Duitsland gemaakte tanks aan Oekraïne, die hebben we toch al betaald. Ik heb het Poetin alweer zien roepen in een speech over de herdenking van Stalingrad, hoe hij het voor elkaar kreeg om de belegering van Stalingrad om te labelen naar zijn huidige acties is altijd een gedachtespinsel van Poetin kennen geen grens. Dus ik zie niet een groot escalatierisico in het verdubbelen van het aantal tanks. Want het oorspronkelijke escalatierisico ging omhoog door het leveren van tanks. Dus vandaar dat ik ook een kwalitatief verschil zie tussen de F-16's, wat een nieuw wapensysteem zijn, die weer een hele nieuwe dynamiek toevoegen aan de strijd, met allerlei nadelen, zoals ook genoemd, en meer van hetzelfde. Vervolgens kan je die tanks ook toetsen aan hun effectiviteit. Nou, oude Leopard 1-tanks. Ik begreep dat wij sommige van die tanks gebruikten voor target practice doeleinden. Maar ja, het zijn nog steeds tanks van dezelfde generatie, of zelfs nieuwer dan sommige van de tanks waar Rusland mee aan het vechten is. Dat is het gruwelijke van deze oorlog. Hij is begonnen door een 70-jarige die de oorlog van de jaren 40 van de vorige eeuw aan het navechten is, met materieel uit de jaren 60. In de jaren 20 van deze eeuw. Dus op zich het leveren van dat soort wat oudere tanks, als de Duitsers ze snel genoeg kunnen moderniseren, want ik begreep dat daar ook vragen voor zijn, zou wat mij betreft, als ik mijn eigen toetsingskader op van toepassing moet laten zijn, het onttrekt geen cruciale capaciteit aan onze eigen krijgsmacht. Dat stond gewoon in de opslag, voor zover ik weet. De kosten per tank zijn relatief laag en het escalatierisico dat ze opleveren is niet zo heel groot. Alleen de effectiviteit, daar moet ik echt vooral de landmacht het woord over geven. Want ik weet eigenlijk niet hoe effectief die tanks nog zijn. Dank. Meneer Kruijf. Nou, ik ben heel blij dat we een toetsingskader hebben, laat dat vooropstellen. Ik zou heel gezien dat het ook altijd gepaard gaat met een zuiver militair advies. En niet een politiek getint militair advies. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Laat ik het even hier zetten. Ze praat over de effectiviteit van de Leopard 1. En dan ga ik het erg militair technisch maken, maar even het simpel te houden. Het is natuurlijk een oldtimer. En een oldtimer krijg je niet zomaar weer in de benen. Dat kost echt tijd. Mechanisch, elektronisch kost gewoon tijd. Dus ik zie dit echt als een maatregel die nadat we de komende maanden die intensieve gevechten zien, Oekraïne nog kan voorzien van gevechtskracht. Maar het is wel een capabele tank. Het is een tank die in staat is om tegen zijn tegenstrevers, en dat worden steeds meer T-64 en T-72, dus de oudere tanks die Rusland nog op het operationeel kan brengen, die daar goed tegen kan optreden, mits je wordt gebruikt in goede handen. Dus het is een volstrekt valide middel in mijn ogen om dat nu te gebruiken en nu in te zetten.
Zeker, meneer Valster. Ja, en één verheldering. Hè. Ik zie, en daar had de heer De Wijk het net ook over, het toezichtskader artikel 100, dat is vrij duidelijk. Dat gaat namelijk over eigen uit te zenden troepen. Dat houden wij langs het toezichtskader. En ik stel meer even de vraag, en dat is precies ook wat de heer De Kruijf aanstipt. Er ligt een militair advies aan de grondslag. Er ligt een verzoek van de Oekraïners aan de grondslag. Wat voor rol zouden wij als Tweede Kamer daar nog in moeten spelen? En dan heb ik het bijvoorbeeld over die T-72-tanks... die niet eens in Nederlands bezit zijn. Dus ik kan nog best een discussie optuigen over materieel wat uit onze eigen opslag komt, wat ten koste gaat van onze eigen inzetgereedheid. Dus ik ben even benieuwd waar ik dat toezichtskader dan in zou moeten plaatsen. Ja, er is een vierde criterium wat ik niet in mijn mening over een toetsingskader heb opgenomen. En dat is hoe goed Nederland ermee politiek zou scoren. Ik denk dat dat belangrijk is, dat we proberen onze beslissingen echt af te laten hangen van, is dit effectief? Onttrekt dit geen capaciteit van onze eigen krijgsmacht? Zijn de kosten te dragen? En wat is het effect op het escalatierisico? En niet zozeer van hoe goed kom je eruit in de ranglijstjes van Kiel of andere instituten over hoeveel steun beleveren. Maar Nederland heeft natuurlijk een aantal tekortkomingen. Wij wilden eigenlijk meer steun leveren dan we hadden. En dan moeten we op zoek naar creatieve oplossingen. Ik zag ook de oplossing voor het eventueel kopen van tanks die wij leasen en die dan vervolgens leveren. Het financieren van andere landen die wel materieel hebben. Ik ben er op zich niet tegen. Ik vind het creatief van Nederland dat wij aan het kijken zijn met bondgenoten hoe we dingen kunnen leveren die effectief zijn. Het escalatierisico niet navenant verhogen. Wat mij betreft zou het erin passen. Maar ik improviseer hier, hoor, want ik heb dit toetsingskader nog niet op de T-72 uit Tsjechië geprobeerd toe te passen. In alle eerlijkheid. Ik kijk of er nog andere vragen leven. Ja? Gaat u gang. Meneer Jansen. Ja, dank u wel. Ik wil toch nog eventjes nog een vraag stellen aan de heer De Kruijf. Want ik vind eigenlijk de overpeinzingen ook erg belangrijk ook. En hij zei dat Poetin meer denkt aan macht dan ratio. Ik vroeg me af of hij kan bespiegelen op de rol van de NAVO in de aanleiding van dit conflict. Met name dus ook de verdragen en overeenkomsten die zijn getekend, bijvoorbeeld tussen Oekraïne en Groot-Brittannië op 23 juni 2021, Amerika, augustus 31 augustus 2021, 10 november 2021. Allemaal voor de militaire samenwerking met Oekraïne. Die in het Russisch perspectief waarschijnlijk als een dreiging zijn worden beschouwd. Daarna zie je dus ook dat die troepen op die grenzen worden geplaatst. Hoe kijkt hij naar de rol van de NAVO in het ontstaan van deze situatie? En ook het einddoel van de NAVO ten opzichte van Rusland. Want dat is ook eigenlijk een van de dingen die hij soort van aanraakte, maar niet expliciet maakte. Meneer De Kruijf. Ja, dat is wel een discussie van een uur die je kunt houden, hoor. In hoeverre heeft nou Rusland de al of niet toezeggingen vanuit NATO na het vallen van de muur gezien als concrete toezeggingen en als een bedreiging? Dus eigenlijk zit je dan meer op de vlakken van Rob, maar ik zal deze wel even voor mij nemen. Wat je gewoon ziet afgelopen jaren is dat Poetin handelt uit, in mijn ogen, meer dan een bedreiging. De strategie die hij heeft ontwikkeld om de macht van Rusland uit te breiden, zie je in Kazachstan, dat zie je in Georgië, dat zie je in Wit-Rusland en dat zie je ook in zijn optreden in Syrië. Een van de grootste wensen die Rusland altijd heeft gehad, of de Sovjet-Unie, is namelijk havens aan de Middellandse Zee, dat ze niet meer door de Bosporus hoeven te varen. En wat gebeurt er in Syrië? Een strategisch belang voor Rusland. En ze hebben twee havens, noord van Libanon, waarmee ze onbeperkt toegang hebben tot de Middellandse Zee. Dat is in mijn ogen van een andere dimensie dan reageren op een dreiging van NAVO. Dus er is meer aan de hand dan alleen maar NAVO wordt als bedreigd gezien. Het wordt als reden gezien. Ik begrijp ook wel de redenatie die erachter zit. Maar wat Poetin doet de afgelopen jaren is van een andere dimensie dan reageren op een dreiging van NATO. Misschien mag ik nog iets aan toevoegen. Ik denk inderdaad dat het helemaal niet om de NAVO gaat. Het gaat om Poetin. En hij wil zijn macht uitbreiden. Hij wil vooral de volgende termijn weer worden verkozen. Hij wil in de geschiedenisboekjes terechtkomen. En hij denkt in termen van, Mark werd er net al terug, Catharina de Grote, Peter de Grote. Daar, in die termen denkt hij. Het heeft niets met de NAVO te maken. Dat is wat hij zegt. Maar dat zegt niks over zijn daadwerkelijke achtergronden. Hij is bezig met een Novorussia weer te herscheppen eigenlijk. Het zuidelijke gedeelte van de Oekraïne, zeg maar. Daar is hij mee bezig. De NAVO sleept hij er met de haren bij, want dat weet, hij weet dat dat werkt.
Weet dat dat bij ons twijfel veroorzaakt. Hij weet dat het in zijn eigen achterban zeg maar steun oplevert. Daarom haalt hij de NAVO erbij en ook de EU. Maar in feite is hij gewoon bang voor een democratisch land, dat Oekraïne heet, aan zijn grenzen, waar ongeveer 4-5 miljoen mensen van Russische afkomst leven, die het een stuk beter hebben daar dan in Rusland zelf. Dat is de reden waarom hij deze oorlog is begonnen. Het heeft niks met de NAVO te maken. Meneer De Wijk. Nou, als je in Rusland komt, en ik ben er nog wel eens geweest, en ik heb al die mensen zo vaak aangehoord die in de leiding zitten daar, dan is de animositeit ten opzichte van het Westen gigantisch. Echt gigantisch. Er is een ressentiment die echt buiten proporties is. De laatste keer dat ik daar was, was een paar maanden voordat de oorlog uitbrak. En toen schreef ik in mijn opschrijfboekje, want ik schrijf altijd alles op. Het lijkt wel of de Derde Wereldoorlog aan het uitbreken is. Nou, dat was niet helemaal buiten de bezijdende waarheid, moet ik zeggen, een paar maanden later. Maar dat ressentiment is, zijn oorsprong is natuurlijk het feit dat de Sovjet-Unie in elkaar is geklapt. Het feit dat inderdaad de NAVO is uitgebreid, waarvan wij zeggen van, ja, hoor eens, elk land heeft zijn recht om zich aan te sluiten bij het bondgenootschap van zijn keuze, van de organisatie van zijn keuze, dat bestrijden de Russen. Het oude denken dat er altijd in heeft gezeten over de bufferzones. Tijdens de conferentie waar ik de laatste keer was, vroeg Shogui via zijn adviseur, kun je iets zeggen over Yalta 2.0? Want daar zijn we zeer in geïnteresseerd. Dat gaat over bufferzones. Toen zei ik, ja, dat wil ik wel doen, maar het zal je niet bevallen. Want wij gaan ervan uit dat iedereen, elk land, zijn eigen keuzes kan maken. Na een hele tijd werd er in ieder geval gezegd, nou oké, okay, zeg het toch maar wel. Dus dat leidde tot een interessante discussie, waarbij met name de voorzitter van de OVSE en ik op dezelfde lijn zaten. Maar het was een dissidente mening in die vergadering waar de hele top van Rusland bij aanwezig was. Maar het is, de animositeit is gigantisch. En ik ben ook tot de conclusie gekomen, en ik ga inderdaad wel met Peter Weininga mee, dat het idee van het opnieuw vormen van een empire, een groot rijk, dat belangrijk is. Dat is een drijfveer. En de NAVO is een fantastische aanleiding om dat te doen. Dus dat is de NAVO wordt als rechtvaardiging gebruikt hiervoor. En dan wordt het teruggevallen op zaken waarvan je inderdaad de NAVO kunt bekritiseren. Bijvoorbeeld de Kosovo-oorlog 1999, zonder mandaat van de Veiligheidsraad. Wat er in Libië is gebeurd 2010. Wat er in 2003 is gebeurd in Irak. Wat er in Afghanistan is gebeurd. Nou, ga zomaar door zo'n opeenstapeling van punten die de animositeit heeft opgeleverd. Ik heb alleen iedere keer ook gezegd, ook tegen mijn Russische vrienden, die eigenlijk geen vrienden meer zijn, want we zijn redelijk gebrouilleerd geraakt, voor me horen. Ik heb overal begrip voor. Ik heb alleen al mijn begrip vervalt op het moment dat je oorlog gaat voeren. Dit kan je via praten oplossen, maar als je dit gaat doen, dan heb ik gewoon totaal geen begrip meer. En het interesseert me totaal niet met al je uitleggen over of Baker, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, heeft gezegd dat de NAVO not one inch zou worden uitgebreid. Die discussies zijn er geweest. Ik ontken het niet, maar in de diplomatie geldt maar één ding. Als het niet op papier staat, geen handtekening eronder, is het niet gebeurd. Want wij kunnen over alles praten in de wereld. Maar als het niet vastgelegd is, dan is het niet waar. Dan is het geen feit. Nou, dat is hier ook geen feit. En bovendien waren die opmerkingen in een totaal andere context gemaakt. Dit ging over de eenwording van Duitsland, en Gorbachev vlak voor zijn dood heeft dat nog een keer bevestigd. Dus dat zijn onzin argumenten. Maar het grappige is, die Russische propaganda werkt wel. Want hoe vaak ik niet de vraag krijg als ik lezing geef in het land van ja, maar de NAVO heeft toegezegd dat. En dat is echt Russische propaganda. Akkoord. Geen vraag meer van uw kant. Ja, we hebben nog tot 6:15, dus dan gooi ik er toch zelf nog even twee vragen in. De eerste vraag gaat over de Abrams tanks. Ik dacht 31 stuks. Hoe ze daar aan kwamen, weet ik niet. Maar 31, die zijn toegezegd door de VS voor Oekraïne. Ik heb niet horen zeggen wanneer die dan komen. Ik heb Biden wel horen zeggen, ze komen niet uit onze eigen voorraden. En ik heb gelezen dat het
Abrams voor Polen, dat die pas vanaf begin 2024 kunnen worden gaan uitgeleverd. Dus weet iemand daar iets meer over? Ik zie dat meneer De Cruijff daar iets over wil zeggen. Nou ja, het is eigenlijk een known unknown, om maar met Amerikaanse termen te komen. Kijk, Amerika beschikt over overtollige Abrams tanks. En dat komt omdat het Korps Mariniers de tank heeft afgeschaft, tot lichte littoral operations is overgegaan. En dat de US Army ook is gereduceerd. En we zien dat er ook Amerikaanse brigades in Europa zijn. We hebben net het vervoer van via Vlissingen transport naar het oosten. Dus de middelen, de hardware is er wel. Je kunt relatief simpel dat gaan regelen. Dat is niet zo moeilijk. En de Amerikanen schrijven dat dan af, uiteindelijk op grond van de bestaande voorraad die ze ergens nog in een loods hadden staan. Dus dat kan vrij snel. Het probleem met de Abraham is niet zozeer het leveren daarvan, maar vooral natuurlijk de politieke dynamiek dat Duitsland geen alleingang wilde, om een goed Duits woord te gebruiken. En dat als je echt over logistieke uitdaging praat, dan kom je wel bij de Abrams uit. Want dat is best wel een geen eenvoudig apparaat. Wel om te bedienen, maar niet om in stand te houden. Ja, dan snap ik toch niet hoe ik moet duiden dat Biden dus wel heeft gezegd, ze komen niet uit onze eigen voorraden, maar misschien bent u daar. Dat komt omdat in het Amerikaanse leger een beetje, en zeker bij de mariniers, een beetje dezelfde discussie nu woedt als die wij hebben. Binnen het Amerikaanse US Marine Corps is een geweldige discussie tussen hooggeplaatste of de keus om helemaal naar een licht Marine Corps te gaan, of dat wel de goede keuze is. En of die capaciteit niet moet worden heringevoerd en teruggedraaid. Ja, als je tanks niet meer hebt, kun je ze ook niet meer terug invoeren. Dus het is echt een interne discussie tussen de krijgsmachtdelen en vooral gevoerd binnen de US Marines die deze discussie voert. Er komt nog iets bij. Meneer Weinig. En dat is, wat je op voorraad hebt, dat is wat anders dan wat overtollig is. Wat overtollig is, dat kun je sealen, wegzetten, eventueel gereed houden voor verkoop aan andere landen. Maar je voorraad, daar moet je meteen over kunnen beschikken. Dus ik denk inderdaad dat ze niet van hun eigen voorraad gaan leveren, maar eventueel overtollige tanks. Oké, dat onderscheid ken ik nog niet, maar dat is dan nu duidelijk. Dank daarvoor. Laatste puntje nog, dat gaat over dat u meerdere van u hebben gezegd, als je wat gaat leveren, moet je je ook altijd afvragen van, kunnen we ons dat veroorloven? Meerdere hebben dat gezegd, maar ik heb er verder niet veel over gehoord van u. En ja, als dat dus in een discussie hier aan de orde komt met de minister, dan wordt het betoogd, dit kunnen we doen, dit kunnen we ons veroorloven. En dan kijk ik ook even naar hoe het is gegaan met die panzerhaubitsers, de eerste vijf. Daar werd bij gezegd, meer kan niet. Ik vat het even in mijn eigen woorden samen. En even later bleek dat er toch meer kon. Dus ja, dan wordt het voor mij heel wazig van, hoe wordt dat dan gewogen? Wanneer kunnen we ons iets wel of niet veroorloven? En ja, hoe krijgen wij daar dan als Kamer ook greep op het antwoord op die vraag? Ja, ik vind dit een hele terechte vraag. Het is ook niet alleen, kunnen we het ons veroorloven om het nu te leveren? En wat zijn dan de gevolgen voor de directe inzetbaarheid van eenheden die we al in NAVO-verband hebben gecommitteerd aan bepaalde dingen? Ook kunnen we er nog mee oefenen. Dus we hebben die wapensystemen ook zelf nodig voor verschillende doelen, zeg maar. Maar de tweede vraag, die nog veel lastiger is, kunnen wij het blijven onderhouden voor de Oekraïners? Want die panzerhaubitsers die slijten hartstikke snel, omdat ze zo snel ermee vuren. Eigenlijk veel sneller dan wij dat kunnen. Ik begrijp dat de Oekraïners daar vrij creatief mee omgaan. Maar ook kunnen we nog voldoende ammunitie produceren en leveren. Dus we moeten die hele keten iedere keer bekijken per wapensysteem. En dat maakt het ook wel lastig. Overigens over de Abrams tank heb ik het vermoeden dat de Amerikanen de logistieke problemen van die tank ook iets groter maakten dan ze misschien waren, omdat ze er gewoon niet zo heel veel zin in hadden oorspronkelijk. Maar het was ook gewoon nodig om die Duitsers inderdaad zover te krijgen dat ze niet alleen hun eigen tanks zouden leveren, maar ook alle andere landen die Leopard tanks hadden, die vergunning zouden geven om ze in te zetten. Dus wat betreft hoeveel we kunnen missen, uiteindelijk is het natuurlijk aan de krijgsmacht om te beoordelen welke systemen nodig zijn voor directe inzetbaarheid, oefening en reserves die ze achter de hand moeten houden. Dat er enige rek in zou kunnen zitten, kan ik me goed voorstellen. Maar dat lijkt me inderdaad voor u ook moeilijk als volksvertegenwoordigers. En ik zou zeggen, voer er een goed gesprek met ze over. Ja. Oké, okay, nou, tot slot dan nog. Dat getal van 31, weet iemand waar dat vandaan komt als het over die Abrams-tanks gaat? Het eerlijke antwoord is nee. Ik verbaas me ook, ik zat in Engeland toen daar de discussie ging over de Challenger. Dat zijn er 14, dat is één escadron. Ja. Waarbij heel veel Britten zeiden, stuur er gelijk 40, dan heb je een bataljon. Dat is logistiek net zo groot probleem, maar veel
effectiever. Dus waar het aantal van 30 waren, geen idee. Het enige wat ik kan denken is dat een Amerikaans tankbataljon wat kleiner is dan een Nederlands of een Duits tankbataljon. En dat er inderdaad 31 tanks in zitten. Dus ik denk dat ze dat als entiteit hebben genomen. Mm. Voor de rest is het voor mij puur gokken. Ik kan u het antwoord niet geven. Nou, en dan wil ik de leden hartelijk danken voor hun inbreng in deze discussie. En onze gasten uiteraard voor hun bijdrage in deze discussie. Ik heb er in ieder geval zelf veel van genoten en ook opgestoken. En ik hoop dat dat voor ons allen geldt. Dank u zeer. Dank u wel.